Jawel. Ja. wel, ja. Zomaar. Uit de Daar niets. zit hij gewoon. Nou, niet uit het niets. Volgens ja. mij wilde je er vorig jaar al zitten, toch? Ja, ik was uh, heel erg beledigd vorig jaar. <laughs> heel erg. Of... Nee, nee, gewoon slime gepasseerd. Ja. Ja, toch? En ik had er vorig jaar ook helemaal geen tijd voor, want toen waren we bezig met de uh, Premium Fishing Cash Special, natuurlijk. Dus eigenlijk kwam het wel goed uit. Nu dat, ben, je nu er ook ben mee ik bezig. ook met de Premium Fishing Cash Special. En nu zit ik er wel, dus. Ja, wel leuk. Komt eigenlijk helemaal niet uit. Nee, het komt niet per se uit, nee. <laughs> Maar goed, oh ja. ja, we zijn er nu eenmaal. Ja, maar het is wel een eer om er te zitten. Ja, toch? Het voelt ook een beetje, Billy Eilish doet elk jaar zo'n interview voor Vogue. En dan ja? kijkt, ze soort, kijkt ze een soort van elk jaar terug van, hé, hey, wat ze nou verandert. Nou, dat is dat wat we wel gaan doen. Het lijkt me een paar jaar wel leuk om dat te kunnen doen. Als ik hier over een paar jaar nog zit natuurlijk, dat weet je nooit. Nee, dat, dat ligt denk ik vooral aan jou <laughs> en hoe je dit jaar hebt ervaren bij ons. <laughs> ja. Dat is het. Dus laten we het daar eens over hebben. Uh, hoe, hoe was dit jaar? Wat betreft Gamekings? En proost trouwens. Ja, proost, Je ja. bent trouwens ook volgens mij de eerste uh, op de rock'n'roll lifestyle. Die, oh nee, ik heb ook inderdaad. Ik weet alleen niet of ik of jij eerder bent, maar wij drinken een biertje. Uh, en alle andere Gamekings drinken thee tegenwoordig. Dus. Tijdens dit interview? Ja, Fuck, Rock rock'n'roll dus, dus rock is, is dood. Ja, nou daarom zitten wij ook vaak in de kroeg. Uh, ja. de laatste tijd even niet. Maar, ja, ja. Maar dit is eigenlijk, dit interview voelt eigenlijk. Ik dacht eerst, oh, wat spannend. Dat ik dan een soort van een uur met Jelle over Gamekings moet gaan hebben, maar dat doen we eigenlijk best wel vaak. Bijna wekelijks, uh, <laughs> ja. uh, precies. Ja. Dus ja, nou nu met het biertje erbij voelt het heel vertrouwd. Ik heb ja. een mannenliefde. Ja. Ik weet niet of dat tegenwoordig nog mag. Of dat dat uh, gender assuming is. Nee, dat mag Maar niet. Het is En jij hebt, een, uh, jij hebt een Desperado's. Die hebben we dus gekregen tijdens het opnemen van de kerstspecial. Jo. Van Jordi. Nou, thanks Jordi. Dus bedankt daarvoor. Ja, en die? Die heb je zelf meegenomen? Deze heb ik uh, zelf meegenomen. Nice. Ja. Maar... Um, Oh ja, hoe, Wat van jaar? Oh ja, dat was het inderdaad. Daar waren we gebleven. Ja, druk. Veel. Ik denk dat dit op zich wel. Ik heb nog nooit zoveel vette dingen in één jaar gedaan, denk ik. Maar als ik erop terugkijk, heb ik ook wel. Dat ik zoiets heb van. Ik had er wel af en toe iets meer van mogen genieten in het moment. Om dat dan heel cliché zo te zeggen. Want ja. Het is wel zo met vrijwel alle premium. Of het nou premium fishing was of de trips die we maakten. Was het wel dat ik terugkeek en dacht: oh, we hebben echt een vette tijd gehad. Ik kan je vertellen, ik doe het hier een jaar of 16, dat, is, dat, is, dat zal altijd zo zijn. Want ja. op dat moment, wij zijn, wij, wij, wij runnen op zo'n bepaalde manier een productie, dat je, en dat, dat ja, het is voor jou waarschijnlijk ook nieuwig of wat dan ook, maar dat we zeer, zeer efficiënt, slash kostenefficiënt, slash tijdsefficiënt te werk gaan. Alle minuten zitten vol en als, de minuten, als we over zouden hebben, dan zouden we dat wel... Dan zouden dus dan we naar huis het gaan. Iets dan klopt niet. Nou ja dan, ja, dan. Dus ja, dat, 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 ik denk dat dat zal blijven. Ik ben er ook bang voor. Ja, nee, maar het is ook helemaal niet erg. Maar ik, ik, ik heb er natuurlijk nog werk naast. En dat wil wel eens botsen. Omdat ik ook. Ik wil dat het vet is. Ik wil dat het goed is. Ik steek hier uh, meer uur in dan dat ik uh, zou moeten doen. Ja. Uh, dus dat is dan wel eens dat ik denk: van oh ah, ja, oké, okay, maar probeer dan in ieder geval, als je, er als je in Hawaii bent, enjoy it, weet je wel. En dan later denk ik, oh ja, ik heb ook nog gesurfd en ik was in fucking Disneyland. En, uh, ja. Maar dat... daar voelt het af en toe, voelt het dan een strijd, weet je. Ik denk dat, uh, dat wij, of in ieder geval, ik weet dat Daan dat doet, de Koos en ik doen dat, af en toe gewoon oude footage terugkijken. om het op dat moment te herbeleven van: oh ja, dat was heel nice. Ja. Doe je dat ook? Ja, 100 dat, Sowieso kijk ik het in de edit natuurlijk terug. Ja. Dus dat is al de eerste keer dat je een besefmoment hebt van: oh ja, dat en dat en dat en dat was vet. En, maar daarna, ik kijk, ik kijk altijd wel als dan Premium Vision online staat, ga ik hem nog een keer kijken. Met vrienden of met mijn vriendin. Of, uh, ja. Ook omdat het heel leuk is om dan iemand anders te laten zien wat je hebt gedaan. Ja, dat, dat merkte je ook toen ik. Toen er ik is in... geen perfecter reisverslag dan de dingen die wij maken, want het is nou. dag tot dag wat we doen. Ja, en dat, dat merkte ik dan ook toen ik in Hawaii was. Ik was daar echt alleen. En in, in het item lijkt het nog alsof ik een cameraman van Sega had geclaimd. Maar in de praktijk zitten er denk ik drie, vier shots in de hele aflevering die hij gemaakt heeft. En voor de rest rende ik daar een beetje alleen rond. Ja. En dan merk je dat je het ook heel anders meemaakt. En Jede had tegen mij gezegd van nou, geniet er maar gewoon van. En eigenlijk hoeft, zou ik geen premium version uit hoeven komen. Ik mocht gewoon op vakantie eigenlijk. Ja, even vloggen wel. Want je ja. er moet wel iets terugkomen. Maar je bent in je eentje. En onze regel is eigenlijk dat we altijd dingen met z'n tweeën doen, zodat we. Content hebben waarin we met elkaar iets ja. doen. Dus dit doen we bijna nooit. Dus dit was ook heel lastig, want dit vlog is totaal uit mijn comfortzone. Dus dit wordt ook eigenlijk bijna amper gevlogd. Meestal zet ik ergens een camera neer en fix ik het met b-roll en ja. gewoon drie keer dezelfde tekst opnemen. Presentatie, ja. Ja, dus, dus dat was. Maar daar merkte ik ineens van: oh ja, fuck, dit is, dit is de meest, een van de meest vette reizen die ik ooit heb mogen maken. Zeker voor werk. Nee, eigenlijk los daarvan ook wel gewoon. Want Hawaii is ook echt zo'n plek waar je van droomt om naartoe te gaan, maar het staat wel heel laag op mijn lijstje van landen waar ik op vakantie zou gaan. En dan, dan ben je daar en dan, dan ben je er alleen en dan is het soort van oh ja oké okay. uh, jongens <laughs> je zoekt heel erg iemand om het mee te delen of zo. Ja. En, en als ik dan terugdenk van als ik afgelopen uh, trips terugdenk, dan is waar niet vind ik niet mijn vetste trip geweest. Maar dat nee, is ook om omdat ben. ik er met zo'n content mind naartoe ga en ik wil gewoon de vetste. Ik vond Londen bijvoorbeeld heel vet omdat het gewoon Compleet uit de, de klauw liep. Uh, ik vond. Waar gingen we heen? Ook weer de Gamebus in uh, Keulen, natuurlijk. Keulen vond ik heel vet, omdat we gewoon. Dat is de e eerst enige keer. Dat, we, dat is voor mijn gevoel een beetje met z'n allen. ergens naartoe gingen. Dat we ook echt met de auto gewoon hier. S ochtends vertrokken. Ja. Dus dat is dan heel gek dat niet de, de vetste plek. niet per se de vetste reis was of de vetste. Nee, het gaat om de content. Het gaat ja. om wat je doet, toch? Ja, maar dat, dat drijft wel zo ver door in mijn leven dat er weinig dingen meer zijn die je kan doen zonder erover na te denken alsof het content is. Ja, dat, uh, dat, uh, dat heb ik inderdaad ook uh, altijd. Ik heb het ook gezegd in mijn, in mijn interview. is dat als, als ik op vakantie ben, dan ben ik alsnog bijna ja. een soort van die vakantie aan het filmen of produceren of regisseren. Ja, dat kan vermoeiend zijn. Ik heb het met gewoon, weet je, ik, ik, ik haal elk jaar voor vrienden haal ik een top 2000 quiz. Dat vind ik fucking leuk om te doen. Het is gewoon bijna het is gewoon twee volle werkweken dat ik daarmee bezig ben. Het ja. slaat eigenlijk neer, want zij zijn ook blij als we gewoon met een biertje en ik een quiz van het, van het internet aftrek en ik gewoon op Spotify de muziek aanzet. Maar ik zit de weken helemaal de perfecte clipjes uit te knippen en de juiste stukjes, bruggetjes tussen al die shit te maken. Ja. Verjaardag van mijn vriendin ben ik ook weken mee bezig geweest om een soort van hele speurtocht dwars door Amsterdam van drie, week, drie dagen lang te, te organiseren. En wat ik, ik merk, waardoor ik merk dat het vermoeiend wordt. Omdat het dus daardoor voelt alsof ik altijd aan het werk ben. Ja, maar dat, dat is wel iets natuurlijk wat je volledig zelf doet. Volgens mij kan je niet Kan je chillen. De laatste tijd niet. Vroeger nee. wel. Ja, maar, nee, maar wel... als in, ik kan, als in de, de, de. Of je de tijd hebt of niet, dat is wat anders. Maar kan je het überhaupt? Nee, ik kan het niet meer. Nee, precies. Nee, maar het is ook wel omdat ik het, 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 het soort van. Een paar jaar geleden denk ik. Een soort van nieuwe kijk. Nou, ik ben, een paar jaar geleden ben ik een soort van met mezelf aan de slag gegaan. Zoals dat, dat is hip tegenwoordig. Je moet uh, mentale problemen hebben. En, <laughs> en wat, daar ook heel veel over praten. Ja, En er diep in duiken. Ja. En als je. Ik, ik, daarvoor was ik eigenlijk altijd van ja. Eigenlijk. Ik, vond, ik zag het leven altijd als één grote grap. En dat is een hele fijne manier van leven. Want dan hoef je niks meer serieus te nemen. En je kan wel bepaalde. Je kan voor andere mensen dingen doen. Maar ik zelf nam het leven niet zo serieus. En dat heeft wel. Enerzijds heeft dat het gevolg dat het ook lastig is om verbinding met mensen te zoeken. Echt diepe verbinding, zeg maar. Omdat je Ja, alles, ja, alles is alles, een lachje. Dus dat is een ergens misschien disrespectvol. Ja. Maar ergens denk ik ook. wel... Nu, nu ik er wat dieper in die hole zit. En ik niet dat ik therapie op dit moment volg. Maar meer een soort van. Ja, oké. Okay, dan op een gegeven moment kom je achter je patronen. En dan denk je. Oké, okay, dus als bepaal, bij bepaalde situaties handel ik zo. En dan ben je erachter. Ik, ik weet niet. Ik heb het idee dat er een soort van rabbit hole is die steeds dieper gaat. Maar ik weet niet of de uiteind wat je dan uiteindelijk hoort te vinden. Of dat nou een oplossing voor de vragen des levens is. Want uiteindelijk... Oké, okay, okay, dus dit is een reactie. Op een, uiteindelijk kom je uit. Nou, dit is een trauma uit mijn jeugd. Dit is een trauma ja. uit mijn jeugd. Ja, dan weet je wat het is. Ja, maar dat en erbij wel. zit er nog steeds. Of de, of de reactie... Het rea en of je verandert de reactie. Want uiteindelijk zijn we denk ik allemaal een soort van... Uh, het tegenovergestelde geworden van wat we eigenlijk waren. Zeker in het begin, weet je. Op een gegeven moment kom je uit die puberteit. En dan denk je, kut, maar ik wil eigenlijk niet een soort van verlegen uh, jochie zijn. Dan, dan vind je gewoon een manier om daar mee om te gaan. Grote bek. Uh, ja. Weet je, een keer een, keer een wat gekke truitje aantrekken. En op een gegeven moment denk je, oké, okay, dat, is, dat is dan wie ik ben. Die gast met het gekke truitje die snor, snor, en de snor. Nee, dat nee, ben ik eigenlijk ook niet. Dat is dus eigenlijk het tegenovergestelde misschien wel van ik ben. Ja, maar ik ben ook niet meer die onzekere gast. Nee, ben ik ook niet. Oké, okay, ja, je hebt wel bepaald gedrag wat daaruit voortkomt. Ja, dat is wel inderdaad zo. Ja, ja, ik, 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 ik heb gewoon het idee dat, zeg maar, daar ga je dan doorheen dan kom je daarachter. En ik weet niet zo goed waar het dan moet eindigen. Maar daardoor ben ik in ieder geval wel dat vermogen om gewoon alles als een grap te zien een beetje verloren. Dat ik, al, dat ik nu heel dingen serieus neem, denk je, ja, ja, waarom eigenlijk? Maar het ja, is heel is lastig ook... om terug te gaan. Ja, dat snap ik. Maar je kan natuurlijk... dat Alles is balans natuurlijk. Juist dat hele ding ook van die, die zoektocht naar... Of weet je, in therapie en wat dan ook. Die, die, dan de het hoeft niet per se een antwoord. het is Volgens mij is het verlichting. rust naar de, rust, ja zeker. Rust, weet je, verlichting, dat soort dingen. En dat kan antwoorden of, of weet je, dingen weten waarom dingen zo in elkaar zitten, kan dat geven. En überhaupt praten. Maar, ja, maar wat ik dus denk, kijk, het eerste, het eerste wat je doet is ga uh, je zelf hulpboeken lezen, weet je. En de, 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 nou, niet, niet een soort van de... Um, Natuurlijk is dat niet het eerste wat dus je gaat doen. Blablabla fuck. The art fact. of not giving fuck. Niet die shit, maar gewoon... Ik ben Jan Geurts gaan lezen toen, Verslaafd aan de liefde, dat soort dingen over... Hoe iedereen eigenlijk een soort van tegenovergestelde van zichzelf zoekt... om een soort van balans te creëren van de dingen die je zelf tekortkomt. Maar dan kom je er dus achter dat diegene vaak ook een soort van afweermechanisme heeft gekweekt... om zijn eigen onzekerheden te, te camoufleren... En dan kom je erachter, oh shit, dus die onzekerheden zijn bij die persoon precies <laughs> hetzelfde. Dan valt een soort van je hele leven als een kaartenhuis. Een. Um, dus dat ga, je, dat ga je dan lezen. Nou, dan leer je jezelf een beetje bekijken. Dan denk je, oh ja, fuck, dat heb ik ook. En uh, dan ben je daar. En dan op een gegeven moment kom je, oké, okay, dus kom je bij die soort van, het, is allemaal, het komt allemaal van een trauma af. En dan kom je denk ik bij die kernvraag van, ja, wat blijft er dan nog van me over? En moet je wel weten wat er van je overblijft. Want, want als je het over verlichting hebt, dan hoop je natuurlijk dat er onder al die... Reacties op bepaalde of daar trauma's zijn of gewoon dingen die je hebt meegemaakt in je leven, er kan ook gewoon een enorme lul zitten. Ja, misschien is dat wel helemaal geen fijne guy. Misschien is het dan wel fijn dat ik tot, tot, tot vijf jaar geleden gewoon een was. Alles als een lachetje zag. Ja, dat kan, maar dan, dan is de volgende stap is acceptatie. Ja, ook prima. Dan ben je die lul niet ja. voor iedereen. Namelijk zal je die lul zijn. Dus nee, dat is ook wel zo. En het, het is natuurlijk ook niet per se belangrijk wat iedereen van je vindt. Um, maar ik denk dat er altijd wel een soort. Ja, dan op een gegeven moment weet je wie je bent. Ja, dan zit je daar ook maar een beetje te zitten te weten wie je bent. Ik weet niet of je daar iets. Dan nee, kan je focussen op andere dingen. Ja, maar nu maar je maar eigenlijk is het tegenovergestelde waar. Want als je heel erg op zoek bent naar wie je dan misschien bent, ga je je juist gooien op je werk of op re relaties of op wat dan ook. Ja. Dus, dus ja, ik denk dat als je dat eenmaal weet, dat je juist niet meer hoeft te focussen op andere dingen. Kan ook, maar dat is in ieder geval wel wat jij aan het doen bent. Je bent je heel erg aan het, aan het werpen op relaties en op aan werk. Nou, ja, ik weet niet of ik me aan het werpen ben op relaties. Hoeveel, hoeveel tijd in de week ben jij soort van echt bezig, actief met vrije tijdsbesteding? Zonder er een, een, een prop crawl tour van drie dagen of een, een, een pub quiz of wat dan ook? Met mezelf? Ja, dat gewoon is. chillen. Nee, nul. Ja, het ja. chillt niet. En het grappige is dat je af en toe een soort van. die. Uh, het hoe jij in elkaar zit. af en toe. dat je daar andere mensen in meenemen. Dat je het soort van. hé, hey, maar hoezo. ben jij niet ook de hele tijd bezig met leuke dingen doen jellen. of. die of die of die. Ja. Of herken je nou daar niet. Kijk jullie allemaal mee. De, de <laughs> de hel nou, je probeert in. dat heel. nee, niet de hel in. maar gewoon meer een soort van. ja, weet je, ik ben nu met premium vision bezig. weet je, een soort van. het is fucking veel tijd. En dan soort van. is er ergens altijd een klein beetje dat ik denk van. voel. Hoezo doen jullie niet mee met deze gekte? Met deze manie? Ja, ja nee, dat klopt wel, ja. 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 <laughs> en niet... niet uh, sorry, nou, 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 bij een geval van premiumvision is het denk ik wel iets... Kun je goed doen... in de mic praten voor mij, alsjeblieft? Het geval van premiumvision is het wel dat ik echt denk... Dit moet gewoon vet worden of zo. Ja. Um. En dan kom ik, een soort van de voice of reason, van ja, nee, dat snap ik, maar je, er zit er maar zoveel uren in de week en je wil ook nog een pubquiz maken en je wil ook nog met je vriendin zien en ja. uh, dat soort dingen. Dus you, you maybe tone it down a little. en dan heb je ziet van, ja, hoezo? Eh, hoezo doe jij niet wat ik doe? <laughs> dat soort shit krijg je dan. <laughs> maar ik heb een zware weekje janne <laughs> Trek me er doorheen in plaats van, oh nee, ik doe wel een stapje terug. Ja, nou ja, ik heb, ik heb, ik, dat komt, deels komt er denk ik voort uit dat ik het heel lastig vind om creatief... Gezien, een soort van over te brengen wat ik voor ogen heb, wat ik wil. En ik en denk is dat, dat jij bijvoorbeeld heel een, van de, een van de weinige mensen bent die wel begrijpt wat ik wil, zonder dat ik het heel specifiek aan je uit kan leggen. Ja. Dus daarom dan soms, als ik het echt niet meer zie zitten, dan, dan hang ik zo aan jouw been en dan sleur je me er zo doorheen van. Dat doe je dan soms niet. Dan hang ik gewoon zo aan je benen Dan denk ik, ja, wat hang ik hier nou? Te doen? Ja, ver, maar meestal is zelfs dat, dat hangen en dat doorheen slurren... is gewoon dat we dan in de kroeg in gaan. Het is niet eens dat ik, dat ik dan werk overneem. Of ja, we praten dan tijdens dat. Nee, het komt over ook wel het werk. goed. Het is, het is inderdaad gewoon omdat ik er dan zo in zit dat ik het overzicht kwijt ben van. Hoe ga ik dit in godsnaam? bewerkstelligen en dan kan een avondje kroeg en dan, dan klinkt een avondje kroeg alsof we het alleen maar wegzuipen, maar het meestal resulteert dat erin dat we het eerst twee uur over hebben en dan ja. denk ik, oh ja, oké, okay. nou, dan kan ik weer verder. Morgen. Ja, precies. En dan gaan we daarna eerst nog vijf uur zuipen, waardoor ik de dag daarna nog zwaar heb met editen. Of Zeker. misschien ook wel makkelijker, omdat mijn mind iets geëased is. Dat kan ook, ja. inderdaad. Je hebt voor je hebt Game Kings, voor Blammo, heb je ook uh, heel veel andere videoproducties gedaan, ook op trips uh, geweest uh, naar Afrika en wat dan ook. Ja. Was dat heel veel anders dan? Hmm. Wat, ik, nou, wat ik hier. Kijk, het is twee dingen. Er hangt hier een soort van. Er hangt hier een ambitie bij mij, die ik, die ik hier heb, denk ik. En ik, ik heb hier wel meer dan in mijn andere werk. Nou, nah. het, het is op, het tweedelig anders. Enerzijds, want er zijn wel meer projecten waar ik bij betrokken ben geweest, waar ik passie voor had, waarvoor ik dacht: hier gaan we wat van maken. Maar in dit geval is het één. Dat ik er ook nog ander werk naast heb. Waardoor het gewoon heel lastig is. Omdat ik eigenlijk al mijn tijd hierin wil stoppen. Um, maar dat gaat niet altijd. En twee is het dat ik gewoon bepaalde dingen hier zie. Dat ik denk, ja, dat, dat, dat moet, dit moet veel groter en beter kunnen. En niet eens zozeer vanuit dat ik... Ik, ik heb het dan vaak over bijvoorbeeld gewoon uh, subscribers op YouTube of zo. En dan niet vanuit dat, dat dat getal voor mij nou zo belangrijk is. Maar gewoon de mogelijkheden die dat biedt. En waardoor, ja. Waardoor waardoor, er, weet ik veel, weer iemand het Premium Vision apart van, dat ik het kan bedenken, dat iemand anders het edit, en iemand anders het regisseert, en iemand anders het presenteert, zonder dat we een soort van in allemaal moeilijke bochten moeten wringen. Gewoon, weet ik veel, dat we Premium, ik, ik zou het bijvoorbeeld heel fijn vinden als we gewoon clusters hebben, weet je wel, dat we gewoon, oké, okay, deze drie weken maken we uh, Premium Vision, bij wijze van spreken, zijn we gewoon drie weken voor aan het opnemen. En dan hebben we daarna, voor acht weken, een, een bepaalde Premium Vision serie, of ik, ik, ik noem maar wat. Gewoon dat soort gewoon meer ruimte. Dus daarom, ik, ik wil hier gewoon dat dit groeit en dat het. Ja, weet je, het, het gaat hier vaak over de Good Old Days. Die heb ik niet meegemaakt. Alleen ik heb denk ik nog wel. Ik geloof heel erg in het merk GameKings ook. Hoezo? Gaat het hier over de Good Old Days? Nou, ik heb soms het gevoel dat het een soort van. Oh ja, maar dat was vroeger. Dat kan nu niet meer. Dat was vroeger. Ja, ik, ik geloof wel in dat dat nog steeds kan. Omdat ik enerzijds de, de, de merknaam is gewoon fucking sterk. En anderzijds er loopt hij gewoon heel veel talent rond. En ik geloof erin dat als we dat beter weten niet eens beter weten in te zetten, maar beter, ik denk dat we vooral beter weten te verkopen, want daar en verkopen klinkt is het verkeerde, verkeerde woordkeuze, maar dat is uiteindelijk gewoon aan de man brengen, ja, weet je? Spread marketen. the gospel. Ja. Dat het, dat het veel groter weer kan zijn. En dat we alleen maar weer die. Ja, dat het wel. Oh, fuck, dit kan nog steeds. We kunnen nog steeds gewoon uh, allemaal zieke dingen doen. En, uh. Ja, zeker. Maar ik, ik vergelijk het altijd met een soort van stoomtrein. Of, of, of wat dan ook. Is dat soort van. Als die eenmaal op gang is, wat die dus is, weet je dan. En daar en staan, weet je, Jij is de is de machinist. Uh, ik ben de kolenschep. En, en, en koos, uh, weet ik veel... Omdat het slecht dicht is, staat voorop van. We moeten zometeen naar links, weet ik wel, zoiets. Nou. Dat. Die, dat is moeilijk om om een bewijzen van om een om een stoomtrein van 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 korsten te wisselen, of misschien is het een Steamboat een beter idee of wat dan ook. Ja. En daarom is het zo vet dat jij er bent. Jij moet in principe je moet niks, maar maar dat is het vet als als je als je dat zou kunnen losfrikken. Want voor ons, wij hebben die die functie. Jij is de machinist, ik ben de koolenschiet. Weet je, dus we we hebben dat. We zitten daar een beetje vast in misschien. Ja. En dat kan me voorstellen dat, die, dat je juist jou met jouw ambitie, dat het voor ons heel vet is. Want dat is wat het roer kan omgooien. Maar dat roer omgooien, dat heb je waarschijnlijk zelf meegemaakt dit jaar, is heel moeilijk. Want dat roer, de roer zit vrij vast. Dat is het. Enerzijds zit dat roer vrij vast. Anderzijds. Ik weet niet wat ik. Ik ben de kaartjes ondertussen aan het controleren op die trein. Dus ik heb ook al wel een soort van mijn functie die ja. doordendert. Ja, je staat nog een beetje te koken. In de kombuis. En de <laughs> ja. dit en dat. Want iedereen, maar dat is het ding. Iedereen op die trein die staat in dienst van die trein. Of van die nou ja, team. Het, het, het is. Kijk, en dat is lastig, omdat, het, omdat GameCube op dit moment gewoon lekker loopt. Weet je? Dus er is voor heel veel mensen niet per se reden om een soort van rigoureus ook dingen, zo. dingen ja. om te gooien. Ja. Tenzij je gelooft dat het. Kijk, dat, bijvoorbeeld, het ding waar ik tegen. Er zijn bepaalde beloftes gedaan over wat premium is. Weet je, het is altijd. Ik geloof, ik geloof niet dat het. Ik vind dat we vrij genereus zijn naar onze kijker. Met alle, alle liefde voor hun. Ja. Maar als je bijna naar alle gewoon andere grote kanalen kijkt. wat je krijgt voor wat voor een premium uh, membership dan ook. dan is het meestal dat je. in het beste geval vast de audiofaal een week van tevoren krijgt of zo. En bij ons krijg je, nou. vijf... Extra items in de week, geloof ik. Van een uur. Ja, ja. Dus de, en ik, ik heb wel eens ja, oké, okay, vet, die uh, kwantiteit. Maar ik zou zeggen van ja, weet je, gaan jullie echt allemaal weg als we, als we, als we dat niet meer doen en gewoon één super vet premium item per week voor jullie geven voor 2,50? Het is ook niet twee. Dus zullen, va zullen vast My mensen team. zijn voor wie het, uh, Dit was het letterlijke uh, idee. Ja. Um, er zullen vast <laughs> mensen zijn. Die, die, voor wie die 2,50 wel veel geld is. Maar, Zeker. Uh, maar over het algemeen is het een koopje voor wat je krijgt. Is het ook. Dat en, weten wij ook. Maar ja. we willen natuurlijk ook. We, zijn, we waren de, een van de eerste pioniers in Nederland die überhaupt een premium service deden. Er was geen voorbeeld van hoe we dat moesten doen. Dus toen hebben we inderdaad misschien onszelf te veel vastgepind op wat genereuze regels. Om maar ja. mensen die support te, bieden, te ja. laten bieden. En voor ons is het heel moeilijk om, om, die, om die principes of die grondregels die we ooit hadden bedacht van we zijn, weet je, dit is wat, wat, wat het is, wat premium zou moeten zijn volgens ons, die support, um, om dat los te laten. Want dan neem je, ontneem je iets van, van, van mensen die vaste members zijn. Ja. En ja, ik denk dat ik, heel veel mensen. Maar, zouden ik, heb, snappen, ik, heb, uh, maar... HBO, ik heb HBO gekocht voor de rest van mijn leven voor de helft van de prijs. Dat stopt volgend jaar, <laughs> snap je? Ja, maar uh, dan heet het geen HBO merk meer, maar max. En dat het zou hetzelfde zijn als dat het krijg gewoon het niet dan meer games is maar denk maar je voor de helft. premium. Nee, dat denk ik niet. Nee. Nou, misschien dat wel, maar dan wordt het ook weer duurder of zo. Uh, ja. Dus dan betaal je alsnog wel meer. Maar dat is echt een ander merk straks. En dat is misschien bij premium niet zo. Nee, maar ja, wat, wat ik gewoon merk, is dat het. Dat, het, het, het zit, en het zit hem vooral in, dat denk ik dat, dat, dat is het grootste punt. Gewoon het het weer mensen laten weten dat het er is en wat dat betreft denk ik dat met de content die er op YouTube staat we echt wel een soort van je ziet het heel vaak van oh, ik dacht dat gamekings niet ja, meer bestond steeds meer en het is er nog vet ik denk dat 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 a dat, ah, dat dat gewoon nog veel meer omhoog kan doordat we daar meer tijd in stoppen ook want dat is wel ook een dingetje doordat we altijd maar die content te maken zijn vergeten we eigenlijk oh ja, we moet het ook nog aan de man brengen ook omdat het al wel aan de man is het is niet alsof we, alsof we dit soort van voor onze ouders en onze vrienden nee, aan precies. Maken zijn ja uh, maar tegelijkertijd denk ik, ja, als ik zie wat wij met premium fishing maken, uh, bepaal, uh, bepaalde shows, nou, de is dan niet premium, maar piepshow is zo'n format. Um, ik zou het graag nog in een iets andere setting hebben, dat alles wel echt onderscheid heeft van elkaar, maar dat zijn wel echt shows waarvan ik denk, die staan bijna op zichzelf. Ja. Um, het is heel zonde dat, dat de meeste mensen op YouTube dat niet zien. En tuurlijk horen ze ons wel eens zeggen premium tijdens Brieven Maandag, maar. Ik denk dat dat soort van een of andere. Uh, het moet het, pas. Als je dat dertig keer ziet, dan denk je misschien: Oh, het is premium eigenlijk. Ja. En dan ga je op de site kijken. En dan ja, weet ik ook niet of je meteen door hebt wat het is. Nee. Uh, dus dus dat, dat gedeelte denk maar ik. Ik denk die ja, is het... deze wel. Want ik denk dat premium services nu vrij uh, common zijn. Dus dat je als er iets een, een, weet je, een slotje, of in, in ons geval een duimpje of een kroontje, of een dit. of Als, als je zoiets ziet, dan snap je denk ik wel dat het, dat het een, een ander soort content is. Ja. ja, maar alle bij. Kijk, bij ons bijvoorbeeld, en ik snap, dat is ook weer een technisch ding, en dus ook weer een mankracht ding. Bij ons, het is niet mogelijk om een soort van. Dus je hebt niet, check deze drie premium dingen gratis of zo, zodat nee. je weet wat het is. Ja. Dus ook als je op die site komt, dan betaal je voor iets waarvan je niet weet wat het is. Er staat dat het vet is waarschijnlijk. Nou, ja. misschien moeten we vaker zeggen dat na een x aantal maanden of jaren zelfs sommige premium items ook op de vault belanden. Ja. Um, om, omdat we ruim die ruimte nodig hebben. Weet je dan moeten de oude items plaatsmaken voor de nieuwe items. Dus dat je daar oude premium content kan zien. Ja. Ja, misschien staat het niet eens in de naam bijvoorbeeld. Dat is iets wat ik letterlijk nu bedenk. Van misschien moeten we dus daar op in de wald premium voor zetten. Of dit was ooit een premium item. Ja, ja en ik, het enige wat ik denk, ik denk dat die doorlooptijd wat, wat sneller kan. En ik vind het soms gewoon zonde dat. Hetzelfde is met. Ik ben met JJ toen naar Parijs gegaan. Superleuk itemje gemaakt over. JJ in een trein. Nou, dat is altijd ja. lachen. En dan het, het item wat daarvan online komt op, op YouTube. En de, gewoon, op de, ja, gewoon op de reguliere uh, kanalen is. Ik in een studio die vertelt dat we in Parijs waren, of het niet bijste interessant is. Maar dat item met J. Dat, dat vind ik dan net zo'n pareltje die even. Ik, denk dat, ik, ik ben benieuwd. Misschien we de, de, de maar dat is, is voor dat is precies wat de, de, de mensen die ons premium support geven, uh, zouden moeten krijgen, toch? Vette shit, weet ik niet. Ik, ik vind, ik, maar dat is mijn mening. Ja? als je als je je support ons omdat je wilt dat wij toffe shit kunnen maken. Kunnen blijven bestaan, nu Ja, kunnen blijven bestaan. Maar ook als je het aan mij vraagt, moet het gewoon steeds meer vette shit kunnen maken. Ja. En dat kan uiteindelijk alleen maar als er heel veel mensen weten dat we heel veel vette shit maken. Um, en daarom denk ik soms van ja, oké, okay, die echt parels die we maken met die we als bedacht hadden als premium, als we die aan het grotere publiek kunnen slijten. Ja. En waarom ik bijvoorbeeld ook zeg: het zou vetter zijn om een soort van paar weken vol om premium te filmen en dat dan over een over een, een ja, acht weken of zo uit te smeren. omdat het gewoon voor YouTube heel goed werkt van oh elke zondag is er premium vision bla 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 wat ja. het thema dan ook mag mag zijn van mij gepaard gaan we uh, een Eurotrip doen of een, of een visseizoen ik, ik weet niet wat dan het thema nu is maar dat, dat... Nee. en dat, dat is allemaal heel zakelijk en dat is ook niet leuk en dat is hetzelfde dat ik hier ja, eigenlijk moeten we een manier verzinnen hoe we op een niet kutte manier toch kunnen zeggen abonneer alsjeblieft op ons kanaal en nu, nu is het ook weer schil in de woestijn. Want de mensen die dit kijken, die zijn dat al. Ja. Um, en, want het is heel kut om om te vragen. Maar aan het einde van de dag is het nou. wel de manier om te groeien. En om en groeien betekent dat we meer vette shit kunnen maken. Het gaat niet om dat groeien, het gaat om dat meer vette shit kunnen maken. Dat dus de, en dat, dat staat coherent aan groei. Ja. Want dan is er weer meer mogelijk. En ergens een soort van die dat we hebben ooit een keer gezegd inderdaad misschien van ja die 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 subscribe like en subscribe dat moeten we niet doen, maar dat is ook de manier waarop. Ik heb ook namelijk al heel vaak gezegd van de manier waarop je dat brengt kan ook prima straightforward gewoon Gamekingstone of voice zijn. Ja. Dat hoeft niet soort van dat de hele YouTube die vervelende uh, Nee, het zit er bij ons ook gewoon niet in. Nee, bij wel, de meeste in ieder geval. En en ja maar dat betekent niet dat het, dat het niet kan. Alleen inderdaad zit je met dat soort van vastgeroeste roer. Wat je gewoon heel langzaam ja. los moet frikken met cola en WD40 en uh, voorbeelden van wat wel werkt. Want uh, weet je, uh, ik zag in de 2022 20, 22 stellingen van 2022, zag ik inderdaad dat mensen zeiden van oh ja, uh, dit is waarom ik premium ben. En ik had het een paar maanden stopgezet omdat ja. ik vond dat er te weinig content voor was. Dus er zijn wel mensen dus die, die, die dat op die manier ervaren. van als er even wat meer is, minder is, zet ik het ook stil. Stop. Ja. Nou, dat is voor, voor, voor Netflix is dat niet zo'n probleem. maar voor ons is dat wel groot. Ja, zeker. Alleen de vraag. Dus risico's is... nemen is voor ons nog steeds zo moeilijk. Ja. ja. En dat, vanuit dat oogpunt begrijp ik het natuurlijk ook wel. Want jij vraagt in principe vaak om: hey, zullen we een risico nemen? Ja. ja, dat en, en ik denk gewoon dat nu... Kijk, dat soort, er zijn ook gewoon heel veel premium items waarbij ik denk... Wat maakt dit nou eigenlijk premium? Wat maakt dit anders dan het vorige? Ook vanuit ons, omdat wij vaak gewoon op een maandag alles opnemen. En soms is dat premium item is dan ook gewoon het laatste item van de dag. Wat soms erin resulteert dat het hilarisch is. Maar wat er soms ook in resulteert dat we er eigenlijk niet zoveel zin meer in hebben. En dat het gewoon een minder item wordt. Dus... Ik, ik vind de balans tussen. Ik vind, sowieso, ik vind het verschil tussen die twee dan soms een beetje. Ben ik dan een beetje kwijt. En dan, dan vraag ik me af of we dat niet meer. Uh, op de kwaliteit moeten zitten in plaats van op de kwantiteit. Niet dat alles. De, de, wil ik niet pretenderen dat er niet kwaliteit bij zit. Um, maar dat. Ja, dat. Maar stel, je hebt je hebt gelijk. Of weet je überhaupt gewoon je, je, hebt je, je round of ideas. Hoe wil je dat doen dan? Hier? Ja. Ook dat er doorheen wil krijgen. Ja. Ja, nou, nou, bijvoorbeeld. En dat is nu dan ook weer. Daar kan ik me nu ook helemaal niet meer bezig bezighouden. hoe we dat dan slim naar buiten gaan brengen. En dat is wel weer meteen een voorbeeld van wat het probleem. Uh, een beetje daarin is. Dat we, dat we de komende dagen. dan oude premium fishes online gaan zetten. Ja, de, de, gewoon eens kijken van. oké, okay, hoe reageren mensen daarop? Ja. En tegelijkertijd wil ik ook weer niet sturen op. hoe mensen op dingen reageren. Ik denk dat we vooral heel erg moeten doen waar we zelf in geloven. Maar, maar vooral vaker. Is het gaan zitten met z'n allen. Ik denk dat dat al een grote stap zijn wat wij ja. dus vaak in de kroeg doen. Ja. En gewoon eens erover hebben van waarom doen we dit? Waarom doen we en want soms zijn we hier ergens van overtuigd omdat het ooit zo was en denk ik oké, okay, maar is dat nog wel zo? Of werkte dat toen en werkt dat misschien voor het aantal premium mensen dat we nu hebben die echt die vaste kern van die hard Kings fans, maar willen we dat niet kijken of we, of die groep veel groter kan, want het is, het is een relatief Tuurlijk laag. Tuurlijk doen we dat. Ja. En dan, dan moet je denk ik minder sturen, ook niet, niet dat we daar heel erg op sturen, maar dan moet je iets minder, weet je, we nemen de comments heel serieus. En, en terecht ergens wel. Maar anderzijds moeten we denk ik ook wel doen waarin wij geloven wat het beste is om zoveel mogelijk uh, mooie dingen te kunnen maken. Omdat er gaat altijd wel iemand zijn die het kut vindt en die verandering moeilijk vindt en... Um, ja, dat merk je op alles wat er gebeurt. En een paar, en weet je, ze haten het, dan houden ze er weer van, en dan haat ze het weer en houden ze er weer van. Dat ga je altijd ja. houden, denk ik. Ja, D tuurlijk. Dus, ja, ik weet niet. Ik denk dat we gewoon, ik denk dat, dat jullie met z'n allen, want ik hoorde er pas veel te kort bij, omdat ik altijd wel bewezen dat, dat wat jullie maken uiteindelijk vet is. Dus wat dat betreft hoeven we, denk ik, niet te sturen op wat um, mensen ervan vinden. Nee, dat is ook zo. Dat, dat, dat onze onze uh, uh, visie vaart goed. Dat, uh, dat, dat klopt. Maar het ja. kan inderdaad altijd anders. Um, we hadden het net over um, die, die, die meetings. Ik heb, ik, ik heb daar ook altijd heel lang voor gepleit. Maar op de een of andere manier: Koos moet de trein pakken, jij moet de trein pakken. Uh, Boris heeft een hekel aan mieten, uh, dus dan zit ja. ik daar nou in mijn eentje. Ja. En dan nu zitten zet, wij dus met z'n twee met tweeën inderdaad in de kroeg, maar dan heb je, niet, dan heb je mijn, mij als klankbord met mijn eigen vastgeroeste visie of, of wat dan ook. En die wel langzaam, ik tuurlijk. heb dat die iets veranderd is. Ik heb dat gewoon heel langzaam bijgestuurd kan worden, dus weet, weet je. Dat kwam met iedereen individueel af en toe een biertje. Nou ja, nee, maar, jij, maar jij, zegt het ook. Van we moeten weer even samen een keer naar de kroeg. In. Want vroeger deden we dat wekelijks, misschien wel meerdere keren. Toen, ja. uh, weet je, toen waren er geen mensen die, die kinderen en vrouwen en, en wat dan ook hadden. Iedereen was single en en ready to fucking mingle. Ja. Uh, en dus waren we elke dag in de kroeg samen, ja. bij van. En dan kon je dus de hele tijd samen dat soort gesprekken hebben. En ik denk namelijk ook dat dat heel belangrijk is, want je kan wel individueel steeds, jij proberen ons uh, uh, een, een, een ding aan, uh, weet je, te, te veranderen. Maar pas wanneer wij, ik ook J.J. en Koos reactie kan zien, heb ik zoiets van oh, ik voel dat dit een mutual agreement is, ja. dat soort dingen. Dus, ja, dat is het. Het is niet alsof je hier uiteindelijk iets... Vanaf hogere hand geregeld moet hebben. Je, moet gewoon je, dus je bent de hogere hand. Iedereen gevoel, is dezelfde hogere ja, hand. Je moet gewoon het hand. gevoel hebben onderling van: oh, dit zou vet zijn om te gaan doen. Inderdaad. Ja, de hiërarchie ja. is hier bijna niet. Nee, nee, dat merk je nu bijvoorbeeld met nerdculture wel. Dat we dat, dat van Koos uit ook gewoon, uh, die heeft een, een soort van vuurtje in zichzelf branden om dat huge te gaan maken. En, en ik, ik heb J.J. ook al een paar, ik, ik merk van J.J. ook gewoon, die wil ook gewoon nog een volgende stap maken, wat ja. dat dan ook betekent. Ja, maar dat is, dat is, maar dat is moeilijk voor mensen die in een bepaalde, uh, die, die al iets heel erg um, in-depth en met bepaalde re reguliere maat, zeg maar, aan het doen zijn, om dat zomaar te veranderen. Ik weet ja. nog een keer dat we van um, postproductie, dus gewoon alle items editen naar live opnemen, wat we nu aan het doen zijn, gegaan zijn. Ja, dat was... Dat scary voor mij als producer om dan soort van op ineens op maandag iets totaal anders te gaan doen. Ja. Uh, hebben we Boris heeft dat letterlijk geforceerd van ja, sorry, maar we gaan dit maandag doen. Ja. En dus toen heb ik gezorgd dat het lukt, zeg maar. Maar dat is, dat is iets wat je gewoon wat, wat 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 ja, of op die manier moet gebeuren, of je moet dus heel langzaam iedereen dezelfde kant op krijgen. Ja. Nou, dat is wat je. Wat ja, jij dat moet doen. Wat ik probeer, maar dat is ook wel grappig, want ik denk dat, dat Boris gelooft daar. Boris gelooft heel erg in deze type podcast content. Ik geloof gewoon dat er ook nog heel veel waarde is aan een goed geëdit item. En ja. ik hoop het ook vooral, want anders is mijn hele bestaansrecht hier, maar misschien wel in de wereld, gewoon in één klap ook weggevaagd. Maar um, ja, dat, daar, en, en het, dat is waar. Als je één, één vet item buiten de deur is, uh, nou, acht items minder, <laughs> of vijf misschien, ja. um, en of of natuurlijk gewoon dus, en, de, en dat is dan weer mijn punt, of die, uh, die weet ik veel, 200.000 subscribers op een gegeven moment, waardoor een, uh, wat, welk merk dan ook, al is het fucking de Mora met kroketten, <laughs> I don't care, ik weet niet hoe we dat er precies in gaan fietsen, maar dat lukt ons vast wel, uh, zegt hier is een zak geld, waardoor we ook gewoon kunnen zeggen oh, tegen jou, ja, ik weet dat je alleen maandag en vrijdag werkt. Maar op woensdag hebben we hier een zak geld. En ja. dan gaan we op woensdag ook een item maken. Ja, natuurlijk. En dat wel. zou volgens mij. Maar een zak de... geld hebben we hier uh, de, 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 nou ja, bijna nooit echt gehad. Zeg maar. dat, 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 als in wel samenwerkingen natuurlijk. Maar een smak uh, um, om op die manier. Want dat is, dat is waarom, denk ik, juist veel mensen ook naast GameKings iets anders hebben. Omdat uh, de zakken geld ontbreken. Ja. Uh, het zijn, het zijn uh, weet je, kleine portemonneetjes met duppies. En, uh, en misschien een knikker. Nog wat om kunnen ja, een knikker en zo'n muntje <laughs> wat in een, uh, in een uh, karretje moet. Dat soort shit. Dus ja. dat is, maar, maar natuurlijk, wanneer er namelijk weer meer uh, uh, zakken geld worden. Ge en, en dat is natuurlijk ook, weet je, premium niet dat die zakken geld geven. Maar dat is in ieder geval bestaansrecht. Ja. Um, en wanneer er weer meer dan. Kunnen er ook meer en dingen gedaan ook, worden? Misschien natuurlijk. was ik net best wel. Ik wil, ik wil ook helemaal niet denegeren naar die community die we hebben. Het is, fucking, het is super tof dat die al overal reageren. En, en overal dat iets cadeautjes geven. En cadeautjes geven. Ja. En überhaupt gewoon hun geld geven. Dat is ook helemaal niet dat, super tof. Alleen, ja. Ja, wat, wat ik wel vaak merk is: oké, okay, we zitten, zitten ook wel. Sommige mensen zitten hier ook. Wel, nou, het is ook wel gewoon goed zo. Het is gewoon, we hebben een vette community. Uh, en ik zou graag nog gewoon een, een stap verder willen. En dan moeten ja. we, denk ik, gewoon. Maar dat, dat, ergens ben jij dus ook... omdat jij dat wil. En iedereen heeft dat wel in zich. Maar iedereen houdt de, de boot ja. Het is net letterlijk die, 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 die Sea of Thieves shit. Weet je? Ik ben hier beneden... ben ik plankjes op... op lekker aan het... letterlijk hier met duct tape aan het rondrennen. Ja. Uh, en jij hebt zoiets van... laten we alsjeblieft die duct tape loslaten. Zorg voor... Een, nieuw, een nieuwe bodem. In, ja. Of nieuw, een nieuw hout. Ja. Zodat we de bodem kunnen uh, patchen. In plaats, of niet patchen... maar gewoon opnieuw kunnen doen... in plaats van patchen. En ik moet ook wel zeggen... Ik maar ik ben nou, een patcher. Weet je? Dus dan, dan is dat zo ja. Ja, Natuurlijk wil ik een nieuwe boot. Maar zo lang, zo, als ik stop met mijn fucking duct tape plakken, dan gaat het verkeerd. Het, het is ook wel. De, kijk, de laatste opdrachtgever waarvoor ik hiervoor heb gewerkt, was ook. Dat is een partij waar ik letterlijk toen ik het begon. En dat is dan denk ik twee jaar geleden, en een jaar geleden ongeveer ben ik gestopt, iets, iets, iets langer. Um, was ik, werkte ik daar met tien man? En ja, dus nul omzet eigenlijk. En een jaar later is die partij uitgegroeid tot uh, volgens mij toen 40 miljoen omzet. En werkte er al 120, 130 man. En ja. ik kom daar nu nog steeds wel eens om dat podcast en dingen op te nemen. En nu ze werken er al een paar maanden later 200 man. En dan hebben ze een gigantisch pand in Rotterdam En dat is een compleet andere business hoor. Dat is het natuurlijk. Hè? In, in de, in de, dus de niet... gaming media, de nerdcultuur media, ga je niet met 200 man in een Nederlands bedrijf werken. Nee, nee. nee dus, dus die ambitie zoek ik niet. Alleen, wat ik wel daar gewoon. Ik heb wel altijd zijn bluff gezien. En gewoon. Ja. Uh, weet je, investeerders de, waarvan ik denk, waarom investeer je in Godsnaam in het bedrijf? Maar als je een beetje een goed verhaal hebt en leuke ideeën dan heel veel mensen moeten ook gewoon hun, moeten van hun geld af. Nou ja, ik weet niet ja, precies klopt. wat ik wat ik hier aan het doen ben, maar ik vind jou wel een leuke gast. Hier heb je wat geld. Ja. Ik, zelf, met, ik denk dat nerd culture fucking juist kan worden. Dat het, um, ja. dat het ook dat het bijna een eigen gamekings kan zijn, met eigen items en eigen trips. En dat we ja. uh, weet ik veel, de Jurassic Park locaties gaan bezoeken en allemaal dat soort shit. Dat, dat kan makkelijk. Um, maar heb je die ambitie? Tuurlijk. Maar, ja, wat, maar wat moet ik anders? Ik, is dit het dan? Nou, weet ik veel. Freelance, andere dingen. Weet je, freelancen. En inderdaad, dit erbij. Uh, en voor de leuk af en toe aanschuiven. En wat dan ook. Dat kan natuurlijk ook. Maar, en, want Koos heeft namelijk ook dat idee. Ik ben één moeilijk ambitieloze man. Ja. Dus ik heb zoiets van: ja, maar ik, ik schrijf gewoon elke week hier aan. En ik, ik zeg welkom bij, ja, welkom bij nerdculture. Ja. En, en, en dat is het. Weet maar dat je? is dat, vet ook? Dat, 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 is fucking dat vet. Dat jij dat doet. Ja. En ik zorg dat alles wat er wat er wat we ooit gaan maken dat het er mooi uitziet en weet je ja. dat soort shit. Maar ik heb niet de ambitie om dat soort dingen. Nee, dus... maar jij hebt denk ik niet. Jij vindt het niet erg als dat om je heen verandert. Nee, natuurlijk niet. Nee. nee. Als het maar vanuit als, als maar, jij maar de gewoon grond, je, de, de basisbeginselen die weet ik wat van wat het is dat het overeind blijft. Ja. Ja. Maar dat, dat hoeft voor mij. Dat hoeft, ik bedoel, als ik er dan naar kijk. dat nerdculture zal altijd gewoon. eigenlijk naar nou, jullie twee. en dan en nu ik soms. zijn die over nerdshit praten. Ja. Me, meer hoeft het wat dat betreft niet te zijn. Nee, Maar dat, maar dat Alleen... hoeft niet altijd hier met z'n tweeën. of met z'n drieën in deze podcaststudio. Hm? Dat hoeft niet altijd natuurlijk te zijn. hier met z'n tweeën. of met z'n drieën in deze podcaststudio. Nee. één keer per week. Nee, en en wat, ik, wat ik zeg. ik geloof er dan ook in dat als we dat gewoon als platform zijnde. Uh, net zoals GameKings laat groeien. Dus mensen die dat gewoon vet vinden. Die maar dat, duurt, dat heeft twintig jaar geduurd. En het is moeilijk om dat opnieuw te doen. Waarom? Ik ben, we, zijn, we zijn begin 30. We zijn niet. We zijn, niet, we zijn volgens ja, mij. Oké, okay, maar heb duurt dan, dan dat weer 20 jaar bewezen. Maar waarom toen die dat begon? Nee, nou, jij niet. Nee. Nee. <laughs> Ik tien jaar. Ja, inderdaad. Een jaar of uh, vier, vijf. Ja. ja. En het is er nog niet echt in Nederland, zo'n platform. Nee, niet op een lijp uh, manier. Het is super groot nu. Het is het, is het meest mainstreamen wat er is om een nerd te zijn en om Marvel te kijken. Ja. En ja, die podcast is heel veel podcast is groot op dit moment. Als daar ook nog gewoon, weet ik veel, als we naar de, de, de Disney Expo gaan en de Star Wars Celebration. En wat ik zeg, een vette trip naar locaties van een film. Of weet ik veel uh, interviews met acteurs. Whatever. Gewoon stomme uh, première bezoekjes hier in Nederland. Dat werkt ook werkt ook best wel vet. Zeker. Uh, daar is, zit superveel content in. En het is er niet. Um, dus ja, waarom niet? En, en, die, en die, ambities, zeg maar, die ambitie voor die zak geld, whatever. Zit er mee, ik heb niks met geld per se. Ik leef vrij. Uh, zo, het is dat ik best wel veel uit eten ga. En, uh, en ik kan in Amsterdam wonen, waardoor ik best wel veel geld uitgeef. In die ja, tijdens, maar in principe ben ik niet iemand. Ik heb niet een mooi duur huis en zeker geen auto voor de deur. En, um, maar het is gewoon, ik wil die zak geld, omdat uiteindelijk ik het leukste vind om content te maken. De type content die we hier ook maken. Daarom heb ik ook een mailtje gestuurd met hey kan ik hier werken, want meer was het eigenlijk niet. Ja, dat hoe ging dat? Hoe ging? Wat is je origin story? Mijn origin story, was dat ik bij Talpa werkte, bij voetbal TV. Dat was een platform dat amateurwedstrijden live um, uitzond. Dus wat je kon doen was als amateurclub een, uh, ja, een camera aan je lichtlamppaal ding hangen en dan kon je via de voetbal TV app kon je de, de wedstrijd van je neefje of je oma kon jouw wedstrijd kijken? Dat was, dat was het idee erachter. En wij maakten eigenlijk content, ergens best wel content zoals we dat hier ook doen. Gewoon ik en nog drie gasten waren regisseur, uh, editor en pres presentator. En dan gingen we naar clubs toe om met de kantinejuffrouw mee te lopen. of om een trainer van het eerste van een of ander team te interviewen. Ja. Die het dan super serieus nam. Terwijl ik geen idee heb waar ik. ik, heb, ik Beetje verstand voor voetbal, maar die trainers kwamen er vrij snel achter tijdens het interview. Je hebt geen idee waar dit over gaat. Nee. En dan kreeg ik ze toch mee om gewoon een soort van dom interview over dat ze van lasagne houden te hebben. In plaats van het over die stomme wedstrijd te hebben die niemand enigszins interesseerde. Maar die, die, we kregen daar uh, problemen met ANP. Of nee, niet met ANP, sorry, met het uh, uh, met, met persoonsgegevens. Ja, de wet. Privacy Autoriteiten, persoonsgegevens, ja. AP. Ja. Um, want mag je zomaar een camera boven een voetbalveld hangen? En ga je dan niet naar. Nou, dat mocht volgens Talpa wel, want in de KVB-regels staat. dat je, het moment dat je op een terrein komt, dat het dan een evenemententerrein is. Ja. Maar het hing in de lucht dat we dat gingen verliezen. En ik was daar ook niet meer helemaal tevreden. We mochten daar. We hadden daar op het begin heel veel vrijheid. Maar dat werd op zijn Talpa steeds meer ingeperkt. Dus ik was eigenlijk gestopt daar. En ik dacht. Nou, ik ga weer evenementen doen, want daar kom ik origineel vandaan. Gewoon aftermovies, uh, videoclips, dat soort dingen. Um, en ik had jullie een mailtje gestuurd met hey uh, kunnen we niet iets uh, kan ik, dit, dit is wat ik heb gemaakt in het leven. Wilde verleden. koffie drinken zei. Ja, ja, drink op zijn minst een kopje koffie met me was volgens mij de titel. Letterlijk um, ja. ja. En maar toen kwam COVID. Ja. Dus toen stortte mijn leven sowieso een soort van ineen, want ik had letterlijk mijn uh, geld gezet op evenementen <laughs> en dacht ik ja. oh dan gaan er een beetje bij doen als dat kan, lijkt me lachen. Um, maar ja, toen hadden we een mailtje gestuurd. Dat was denk ik februari 2019 dan dat jij je wel mailtjes stuurt van... oh, vet, uh, maar laten we het even over, over een paar weken doen. Want nu met die lockdown, dat lijkt me geen goed idee. Nou, dat werd natuurlijk een jaar. ja zou dus had ik ondertussen wel weer ander werk. Maar toen na een jaar hebben we toch... Uh, hebben we onder bij Blast gezeten. Ja. Het was eigenlijk... Ja, bij vijf minuten was het ook wel geregeld. Van, <laughs> ja, dat was wel leuk, <laughs> ja. man. Allemaal toffe guy, goede ideeën. Ja. ja. En toen ben ik, weet ik veel, een paar keer aangeschoven bij iets uh, live op vrijdag, denk ik of zo. Dat is altijd lastig. Toen was maar, het maar, nog een soort goed. van, ja... We moeten die even voorzichtig brengen. Ja. Want uh, je gaat een hele hoop gezeik over je <laughs> krijgen. Ja, we kunnen niet zomaar zeggen van. hé, hey, dit is de nieuwe presentator. Ja. Weet je? Ten eerste moeten wij kijken of het werkt om camera. En het is ook voor de kijkers natuurlijk een, uh, een ding. Ja. Maar omdat je dus inderdaad al op die manier een soort van ervaring had in, in het soort content, ook een beetje wat we maakten. Je kende Game Kings al. Ja. Um, werkte dat denk ik wel uh, wel goed. Maar hoe, hoe, hoe is dat anders dan dus weet je, voetbal TV? Je hebt volgens mij voor Albert Heijn uh, uh, ja. dingen gedaan voor een YouTube kanaal. Zijn dat zoveel ander soort producties dan? Nee. Toch? Nee. Dus daar heb je ook altijd moeten worstelen met een of andere producer die ze vastgerotte ger roer uh, uh, lastig vond om er wederverdig overheen te laten spuiten en dat soort shit. nou, Voor Albert Heijn was ik nog wat jonger, dus was ik, best, was ik ook wel wat meegaander of zo. We gaan dit doen <laughs> ik wil dat helemaal niet doen. Oké. Okay. Um, maar, maar, maar hoe, hoeveel uh, mensen was je daar uh, op die trip? Met z'n zessen. Het is een producer, een cameraman en vier ik'er, zeg maar. Nog drie, ik en nog drie mensen. Vier presentatoren. Ja. Of deden jullie ook iets? Ja, ja, ja we, het was een soort van vlogachtig ding. Wat ja, okay, het was, is eigenlijk, we, we waren, uh, het werd gebracht als jullie zijn, op, we werkten allemaal vroeger bij de Albert Heijn, dus wij waren daar als Albert Heijn medewerker. Ja. Maar dat waren we helemaal niet. Um, maar maakt niet zoveel uit. <laughs> en om, ja. omdat ik ervaring had, hadden ze iets van, nou, laat hem maar meegaan. Um, dus, dus dat was vooral. Ja, dat was, dat, maar dat, dat was. Ja, dat was een bizarre. Dat was een hele andere. Ja, maar je hoefde daar niks te regelen. En dat was nou, budget Ja, ik regelde voor dan wel eens wat. Maar alles was in principe wel geregeld als je het hebt over. Wij kwamen daar gewoon als gast bij de boerderijen die leverden voor de Alpdhein. Ja. En we hoefden daar denk ik twee dagen te filmen. En de rest van de week mochten we gewoon vette dingen doen. En dat regelde iedereen voor je. Ja. Um, dus als er iets was, dan regelde ik het vaak wel. Omdat het productieteam ging op een gegeven moment terug naar Nederland. Maar dat was meer. De harde schijf met alle footage naar een DHL-punt in Afrika zien te krijgen. Wat best wel een taak is. Ja. Maar dat was dan ook wel alles wat ik hoefde te doen. Um, en, en als je bekijkt, Voetbal TV, dat was, dat was een start-up. Dus dat, dat was nog niks. Dus we konden daar in principe wel doen wat we wilden. Um, dus dat was niet een. Ik hoefde daar geen koers te ja, redirecten. Dat was gewoon, weet ik veel. Ik had, ik, had, ik had net dat schip een klein duwtje gegeven. Ja, precies. En dat zat een al tegen de een ijsberg dus... aan eigenlijk. Ja, maar, maar het zat al aan een ijsberg geplakt, want het is van Taalpa. Dus maar dan is er in ieder geval Ja, budget. maar, maar ome die gaf eigenlijk alleen om, um, om dat idee van die camera's op amateurvelden. En wij waren daar... Ja, dat voelde bijna als van, nou, dan, is, dan lijkt er ro Roering te zijn. Dus wij hadden daar best wel vrij spel om te doen en laten wat we wilden. We hebben daar echt hele, hele leuke, maar ook echt hele domme... Alles wat je verzond, kon je daar maken. Wat dat betreft ja. leek het best, lijkt het best wel op hier, hoor. Precies. Um, maar, maar het was nog niks. Dus dat geeft je nog meer vrijheid, want je krijgt niet als wij hier nu iets rigoureus veranderen, krijg je wel wellicht je, je community over je heen. Dat was daar ja. niet, want er was geen community. Nee, precies. En de mensen die dan voetbal TV hadden, die vonden het alleen maar leuk als we langskwamen, omdat ze, ja, ze hadden ook betaald om die paal uit te hebben hangen. Want daar kwam het geld vandaan. Je moest letterlijk betalen als club om je wedstrijden te kunnen livestreamen. <laughs> En dat was dan weer vanuit trainers die zichzelf dus heel serieus nemen. Dat ze hun wedstrijden terug konden kijken en analyseren. Er zat een analyse tool bij en weet ik wat. Voor kinderen van tien. Ja. Ja, nou ja, ik, nogmaals, ik begrijp geen voetbal. Maar ja, zij vonden dat heel leuk. Wat ik ook wel weer. Het is ook wel heel leuk, maar het is ook best wel. Ja. Dus ergens is wat we hier doen niet heel veel anders dan wat je in uh, eerder, je eerdere professionele leven hebt gedaan? Nee, maar dat is denk ik ook wel deels omdat het een van de eerste dingen wat ik deed. Ja, ik ben toen ik echt zes was, was het zeg maar rondrennen met de videocamera van mijn opa. Um, en dan moest je echt nog dan was het gewoon de muziek op de box aanzetten. Als soort van de soundtrack van het geheel. Ja, <laughs> Want we gewoon, je kon niet editen. Dus als je een scène opnieuw deed, was het ook terugspoelen. Ja. Um, echt zo'n kaartje aan je wiel als je motor aan het rijden was, dat soort shit. Uh, en daarna heb ik heel lang niks gedaan. Echt, echt gewoon heel. Ik ben VWO gaan doen. Dat, dat, dat werd me vriendelijk nog dringend verzocht door mijn ouders. En dat ik, ik ook geen tijd om creatieve shit te doen, omdat het eigenlijk net ik weet niet of het te hoog gegrepen was, maar mijn interesse lag ja, dat in die... druk. Ja. Dus ik, toen ben ik, toen ik uiteindelijk universiteit ging studeren, toen ben ik een uh, campus, een beeld heette dat, toen ben ik daar een soort van studententelevisie gaan maken voor de regionale tv ik kon helemaal niet editen, dus ik ben mezelf dat maar gaan aanleren en dat ben ik deels. ik keek altijd Game Kings, dus ik heb eigenlijk een soort van van jou leren editen omdat ik gewoon dat ja nagaan na maken weet ik niet, maar in ieder geval Dit is de goeie. stijl van editen ben ik gewoon overgenomen en namaken. Um, dus zo heb ik het een beetje. ja, dus eigenlijk zit het al. en nu te... zit ik jou te vertellen. <laughs> van, niet zo snappy. ik wil meer lucht, weet je. ik wil ja. meer uh, Game Kings zien praten in plaats van één zin. ja. Ja, dat is, gewoon, dat is dan weer als je naar Premium Vision kijkt. Ik denk, mijn droom is. Kijk, voor mij is het het format van Premium Vision. En dat heb ik natuurlijk helemaal niet bedacht. Want ik doe het nu eigenlijk vrijwel alleen als in. Ik bedenk meestal wat we gaan doen en ik edit het uiteindelijk. Natuurlijk, uh, Daan helpt heel vaak mij. Uh, jij helpt heel vaak mij. Jee, doet heel veel <laughs> productie deel. Maar uiteindelijk ben ik een soort van eindverantwoordelijke daarvan, denk ik. En voor mij is het idee iedere keer weer. Het moet een. Aflevering, in ieder geval het moet een aflevering zijn die het lijkt op een TV-aflevering van Game Kings. Dat, dat is dat is wel en echt dat is me het nog concept. niet gelukt. Maar we hadden vroeger ook afleveringen van drie kwartier bijvoorbeeld, die wat meer lucht hadden. Ja, maar daar gaat het me niet eens om. waar, waar, waar het mij om gaat, is dat het, dat het technisch zo in elkaar moet zitten dat het op deze TV zou moeten kunnen. En er is nog geen, ik kan me geen aflevering van dit jaar herinneren waarvan ik zou denken, oh die kan op TV, waarom niet? Dus allemaal. Wat dat betreft, Ze ik, allemaal op TV, nee, 100% niet. Nee, er is geen enkele waarvan er niet een technisch foutje in zit of een. Uh, waar, een, waar een weekje eindredactie nog, zeg maar, best wel gewenst zou zijn. Ja, Oké, okay, maar dat is omdat er natuurlijk nog steeds een klein team is. En vroeger was het team groter. En bewijzen van, als we, er naar tv, als we het naar tv zouden kunnen sturen. dan is er blijkbaar dus budget voor tv. En zouden er meer mensen naar kijken. Als in naar kijken, ja, ja, dus als ze niet naar kijken. Maar ik bedoel, een een naar kijken die om. Die ik, opleg. Ja. Dat, ik moet dus in mijn eentje iets maken wat vroeger waarschijnlijk. Met z'n vieren. Ja, met werd gemaakt. Vieren in uh, het dubbele van de tijd uh, zou gebeuren ook nog. Ja, nou, misschien is het nog een week. Ja, ja, nee, één wek. week. Ja, toch Dat ik altijd één week. Maar, maar nu heb ik dan één maand. Um, ja, zelfde ergens. Waarbij het... ik twee dagen per week officieel werk. Ja. Dus ik denk dat dat ongeveer. Nou ja, dat ik dan. En dan ook nog natuurlijk gewoon normale items en andere dingen. Dus ik denk dat uiteindelijk dat ik er iets minder nog dan die vier. Combined mee bezig zou moeten zijn in ieder geval. Ja, precies. Uh, en het is vaak heel last minute. Terwijl je eigenlijk wil je het drie dagen van tevoren af, zodat jij er nog een keer overheen. Niet. Ja. Gewoon omdat je op een gegeven moment zit je zo in een edit dat je het even niet meer ziet. En dat, daarom weet ik nu dat ik er geen enkele op tv zou kunnen zien. Omdat ik het inderdaad wel eens terugkijk. En dan ben ik gewoon aan het kijken, oh dit gaat lekker, dit gaat lekker net even één verkeerde knip ja. of net even maar dat is inderdaad te omdat lang dat... aangehouden of dat ik dacht van waarom de fuck was daar geen birol en meestal is er dan ook gewoon geen b-roll gemaakt omdat we ook onze opnames nu veel sneller doen dan dat jullie dat toen misschien deden. Nee zout. Oké, ja, dan is het misschien gewoon een mindset ook. Wat het ook is, is dat ik gewoon merk aan jullie wat jij zegt. Jullie zijn ook wel echt gewend geraakt aan podcast content maken. Dus het is als ik jou vraag van hey, jelle, kan je even een bruggetje maken naar het volgende itemje? Dan is het. Oh, la, la. Ja. Oké. Okay. En dan is het is nog een verhaal van vijf minuten. En denk ik: ah, ja. kut. Um, dus ja. Dat, dat komt dat, niet dat... alleen door podcast hoor. Het komt ook door het feit dat we onze trips. Toen wij niet meer onze trips op tv hoefden te doen. maar dus op onze eigen platform. Maar dat is zoiets van: oh, maar er is eigenlijk veel meer leuk dan die 22 of 25 minuten aan korte quotejes en korte situaties. Ja. Dat je ergens kan zitten bij een slootje en niet één quoteje van... oh, moet je kijken, wat een mooi slootje. Maar daar blijven zitten en hey, dit is een mooi slootje, want dit en dit. Oh ja, yeah, which reminds me. Ik, ik heb er vorige keer ook bij een heel lijp slootje. En dat is wat het voor mij heel veel context en backstory eigenlijk geeft. Ja. Wat ik heel vet en belangrijk vind in, in Game Kings content. Maar jij, volgens mij wil jij alleen maar... je wilt dat quoteje bij de sloot en daarna weer de volgende locatie. Nou, niet altijd. Maar nou, wat ik zeg. Ik, voor, bij Premium Vision heb ik. Het was natuurlijk. Ik, ik denk dat heel veel mensen het ook kijk, kennen. Omdat het, het was op Comedy Central. En dan was het gewoon uh, ook nog elke avond werd het wel herhaald Volgens mij. Waardoor mijn. Ik, ik, ik vind het fijn als ik een aflevering heb gemaakt waarvan niet alleen jij kan zeggen oh, het is een vette aflevering om te kijken, maar dat ook mijn vriendin die niks met gamen heeft, ja. kan zeggen oh, dit was lachen om te kijken. Ook ja, maar af... dan zeg ik tegen jou, dit is premium vision. Dit is alleen maar voor hardcore Game Kings kijkers. Ja, nee, maar daar, en, daar, kijk, en dat is, daar is nog geen manier voor gevonden, ook niet door mij, hoe dat anders kan. Nee. Maar ik vind dat het meest zonde wat er is. Want ik denk dat premium vision een van de... Meest op YouTube thuishorende formats is die we ja, hebben. Behalve dat het het cadeautje is naar onze community ja, daar, daar, voor daar de heb support. Ik heb het met jou over gehad um, dat het mij super vet lijkt, maar dat is ook weer een, een tijdding. Als de, uh, de reguliere, dus teruggekut naar 20, 25 minuten aflevering op YouTube komt en dat, dat het, waar je het een kwartier bij een slootje aan het lullen bent. Dat dat premium een premium, premium zou zijn. Dus dat ja. er inderdaad de director's cut... of hoe je het ook wil noemen... dat dat premium zou zijn. Want dan heb je... en dat je gewoon laat zien... kijk... Het, want dat is wat het nu soms is. Het zonde bijna... dat wij uh, heel, vrijdag weer heel de dag... tot half vier in de nacht... Uh, ja. door het land hebben gereden. Of dat wij naar Moviepark zijn geweest. Of dat weet ik veel... wat we allemaal hebben gedaan. Ja. Uh, en dat, dat dan niet de... Ja, dat er een hele potentiële doelgroep... aan verloren gaat. En natuurlijk... we hebben een promotje voor Twitch en zo... maar dat is eigenlijk diezelfde doelgroep... die toch al premium heeft. Dus daar... ...bereiken we ook niet de juiste mensen mee. En uh, ja, promotie op YouTube delen is dan weer lastig... ...want dat gaat dan weer het algoritme een beetje fucken... ...met dat we gewoon elke dag één item daar willen. Ja. Moeten we het misschien in uh, Brieven Maandag stoppen? Ik weet het niet. Um, dus dat is, dat is gewoon iets waar we mee struggelen. Ja, maar heb je, of waar je ideeën? Ik struggle. Hm? Heb je ideeën? Nou, dat idee lijkt me, dat lijkt mij, dat lijkt mij het beste idee. Als premium uh, Vision, de, 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 de Extended Edition of de, de, de Sex Snyder Cut, of hoe we het ook gaan noemen, uh, dat dat premium zou zijn en dat er gewoon uh, chunks zou zijn. Maar wat ik zeg, uiteindelijk denk ik ook dat het beter zou zijn als we gewoon clusters hebben en dan, en dan een serie hebben van een week of acht. Maar ja, dat is weer lastig, want je wil die mensen eigenlijk elke maand gewoon Dat premium Vision ook voor sommige mensen de reden is om elke maand heel belangrijk. premium te blijven nemen. Ja. Um, en we kunnen het nog nou eenmaal niet veroorloven om, met, uh, ja, om, om, om even elke week een premium vision te maken. Helaas niet. Nee. Misschien komt dat ooit weer. Nou, dat is dus dat... Dan moet je aan de bak, joh. Ik wel uh, altijd over na zal blijven denken hoe ja. we dat kunnen doen. Ja. En dat ik denk, ja, dat, dat, omdat het premium vision heet, moet het voor altijd premium blijven, weet ik niet. Noem het gewoon vision. Dat kan. Ja, nee, dat is dat GameKings Vision. Dat, ja. dat is tof en, en dan premium vision is de lange versie. Ja, fair enough. Nou ja, prima. Idea. En dan is er ook weer de vraag van ja, hoe lang moet, moet die lange versie dan? Moet dat, moet dat ook een soort van kijkbare edit zijn? Of mag dat inderdaad gewoon alle chunks, bam, iedereen. Kijk, dit is gewoon alles wat we hebben. Nou, niet alles. Dat is vier uur lang aan content. Ja, de, maar de spot. Hoe bedoel je? De spot wat we uh, nadat we hem hebben gespot, zeg maar. Football oh ja. ja, Nou ja, dat is anderhalf. Dat is ook veel. Ja. En dat. Kijk, dat, dat, dat je jump cuts en dat, dat vind ja, ik dan okay. weer niet lijp. Nee, nee, ik ook niet. Dan wil ik muziek erbij, dan wil ik combinaties erbij. combinaties erbij. We zullen absoluut wel altijd over eens zijn dat uh, jump cuts de strengste. Voor ja, zijn. anyways, heb je, heb je wel, uh, weet ik, wel vertrouwen in dat je in 2023 genoeg dingen kan doen die jij wilt doen? Hier? Ja. Ja, tuurlijk. Ja. Nee, ik zal moeten. Ik heb, <laughs> ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb niks anders meer. Um, nee, ik merk gewoon dat ik wil hier veel meer tijd in wil steken. Uh, nu, weet je, nu met nutkultje helpen, ja, dan, dan is het ook voor mijn eigen belang. Ik heb die tijd niet per se. Dus dan is het ook voor mijn eigen belang dat er een soort van dat we het groter maken en dat er dus meer uh, aan te verdienen valt. Zodat dat ja. ik op een gegeven moment kan zeggen, oké, okay, ik kan er drie dagen per week ook betaald in stoppen, bij wijze van spreken. Ja. Um, Dus dat wil ik heel graag. Dus ik zie ook niet in. Ik, en ik en ik geloof erin, dus ik zie ook niet per se reden om dat niet te doen. Nee. Um, dus nee. nee ja, we, moeten, we moeten denk ik wel. We hebben Jasper er natuurlijk ook bij, die kan volgens mij ook heel goed editen. Um, dus ja, misschien kan die op een gegeven moment een, een deel. Maar het schiet uiteindelijk ook niet op als iedereen op een gegeven moment. Net zoals dat ik het nu vandaan heb overgenomen. Als Jasper ja. het dan weer van mij. Dat schiet ook niet op. Uh, het moet een soort van lange termijn plan zijn. Ja. Van oké, okay, hoe kunnen we het? Meer structuur. Ja. En een beter idee nog. Ja. Ja, nou ja daar gaan we het in hopelijk in de vergaderingen lekker over hebben. Laten we het even, even ook nog over games gaan hebben. Oh, gezellig. Hoe was je 2022 in gaming? Ja, goed. Ik heb meer gegamed dan in de afgelopen tien jaar, denk ik. Logisch ook, denk ik. Ja, nee, maar dat, ja, vooral voor, voor mij, voor ons. Ik denk, wij zijn niet een soort van uh, vanuit onszelf. Ja, we zijn wel diehard gamers, maar niet degene die er elke dag uh, kost wat kosten mee bezig zijn. Um, dus wij, wij verkiezen wel vaak gewoon ook een biertje op vrijdagavond over uh, een game spelen. Ja. En dat vond ik heel jammer. En, en wij zijn druk, heel druk met werk, daarnaast. Dat is het vooral. Dus, dus ik, heb dat, ik had meestal niet de tijd om te gamen. En nu kan ik, dat is dan wel Nu kan ik soms gewoon zeggen van ja, ik moet echt dit weekend. Sorry, ik moet die game spelen. Ja. Uh, het is dan jammer als het Pokémon is of zo. Maar um, dan moet ik die game spelen en dan, dan moet dat een keer. En dat, dat is iets wat ik vroeger niet echt kon veroorloven. Omdat ik dus altijd maar mezelf bezighoud dat ik moet. Of het gevoel heb dat ik moet werken en dat ik anders faal uh, in het leven. Dus nu is het soms gamen werken, Dat is dan wel lekker. Ja, maar dus de, meer gegamed dan ooit nou dan ooit durf ik niet te zeggen, maar dan wel in mijn volwassen leven, ja. Ja, ja. En qua hè, wat je dan hebt moeten spelen of wat je voorbij hebt je kan, heb je, je hebt altijd wel de gaming-industrie of de industrie, maar de releases per jaar wel gevolgd. Tuurlijk. Ja, ik heb jullie sowieso altijd gevolgd. Natuurlijk. Ja, precies. Dus je wist wel, weet je, of, of je weet wel of wanneer dingen een, een live gamejaar zijn of een matige gamejaar, of, of in ieder geval voor jezelf. Ja. Maar ja, ik merk aan jullie dat ik via de app krijg je natuurlijk een beetje mee van ja top 10. ik weet het niet, ik weet het niet. Nou, ik heb wel gewoon tien, tien, tien games die ik in mijn lijstje kan stoppen, hoor. Ja. En dat is bij jullie denk ik ook wel een beetje geworden dat het, het moet een soort van de heilige graal zijn. Um, daar heb ik er misschien niet tien van. Maar ik heb wel tien games waarmee ik me heb vermaakt dit jaar. En dat is ja, meest, in het beste geval, de afgelopen tien jaar had ik überhaupt tien, jaar, tien games gespeeld in een jaar. En die waren niet alle tien goed. Maar nu heb ik er echt wel gewoon tien games gespeeld waar ik heel erg content mee was. Ja. Maar ja. Dus het was, niet, uh, het was best een oké okay jaar dan, gaming-wise, voor jou. Moet ik er heel eerlijk bij zeggen dat er wel een aantal eigenlijk net buiten dit jaar vallen. Maar die heb ik nog even meegenomen, omdat ik. Uh Vorig jaar een interview had. <laughs> en omdat ik ze dit jaar gespeeld heb. Ik wou net zeggen, dat is, dat is ook um, oké. Okay. Ja, dat jaar... was volgens jij niet de regel, maar ik dacht, ja, ik laat hem me niet afpakken. Sommige games, als een service die zijn ook al vijf of tien jaar oud. En, en ja. die speel je nog steeds. En dat kan nog steeds je, 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 je game jaar definiëren. Volgens mij heeft altijd als ik Stevens interviews zag, zijn er, heeft hij de afgelopen tien jaar World of Warcraft gewoon nog op één gezet. Dus, um, Bijvoorbeeld, ja. daarom dat, dus dat, dat, dat moet nou. gewoon kunnen. Ja, dat, dat, uh, ik, dat maar ik ben gewoon. wel blij dat we, dat, dat is dan ook wel weer denk ik, beeldend voor wat we hier doen. Dat, dat J.J. gewoon wel strenge regels op, op, opstelt van wat die lijst er moet zijn. En dat iedereen daarna zijn eigen regels erop ja, loslaat. Inclus hij. <racht> ja. Gewoon die ook soort van, ja maar niemand deed het, dus heb ik het ook weer uh, losgelaten. Hij heeft het zelf ook aangepast nog. Ja, dus ja natuurlijk, het, ja. maar, maar je, moet, je moet wel hengsels geven, want anders dan, 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 dan wordt het lawless en er gebeurt wat niks. Wat ook wel een goed ding is voor, voor 2023, dus ik, je ziet me nu ook weer dat hele interview aan mijn neus krabben. Ik heb dus stofallergie. En deze studio is echt de hel, de hel van mij. Dus al. ja? Als mensen zich zorgen beginnen te maken... want ik zag in de comments al uh, dat ik aan de, aan de druk zat... en weet ik dat allemaal. Het is, het is stofallig. Het is gewoon een jeuknuis. Ja. Maar dat is precies inderdaad... dat defineert letterlijk inderdaad hoe het hier werkt. Is dan, dan moet je de stofzuiger oppakken <laughs> en gaan zuigen. Want ja. niemand anders gaat het voor je doen. <laughs> ja. dat is maar we zitten weer net in een nieuw hoekje. Ik denk dat dat dan... Uh... <laughs> <laughs> dat staat, de rest is al... Ja. is het stof gezetteld, ge, de dust zetteld. Maar nu hier niet ja zou je altijd zien. Wat lijp zit hier aan zijn neus omdat hij een stofallergie heeft ja. en zelf niet de, de stofzuiger oppakt. Ja, ik kan moeilijk nu midden in het nu niet inderdaad. Dat... Ja, als ik dat geweten dus had, ik Nu dat ik, ik het meteen gezet. zo snap had. Maar het zijn vaak ook die plopkappen volgens mij. Maar ja. Ik weet niet of daar stof is. Is het speeksel? Dat heb niet ik Billy Eilish overigens nog nooit zien doen in de folk interview. dat ze er, ergens halverwege een soort van uh, nee, maar ja. Dat dat een allergieaanval krijgt. Maar ja. Heb je game teleurstellingen ook? Heb je ook cut games gespeeld uh, dit jaar? Want dat moet ook voor GameKings natuurlijk. Zeker. zeker. Um, ik heb. Um, Koa, Kao, Koa, Koa, Koa de Kangaroo. Dat is uh, zo'n oude PlayStation 1 platformer die dit jaar een. Re-, nou, niet een remake of remaster, maar gewoon een nieuw deel kreeg. Um, ook een Poolse studio, geloof ik. Heel erg in mijn straatje. Echt type Spyro, Crash Bandicoot. Zo'n type game. Um, die was heel erg, nou, daar keek ik gewoon naar uit, omdat er heel weinig van dat soort games worden gemaakt nog. Moeten we het toch een beetje hebben van de remakes van Spyro en Crash Bandicoot. En ja, hopelijk komen daar nog nieuwe games van uit. Maar als ik tijdens de Game Awards die trailer van Crash Bandicoot zag, dan is het vooral um, dat ze hem gewoon weer gaan uitmelken nu. Uh, met, met party games en dat soort shit. Um, dus daar, daar keek ik naar uit, maar dat was echt niet te spelen. Ik heb het geprobeerd, maar ik heb het Ik heb ook nog een soort van. Dat Management Complex. dat ik een tijdje volg. Hou van nee, het is wel leuk. Dat is leuk. Ja, oh, het is echt leuk. Oh, dingen verzamelen, maar het is gewoon. Ja, het, was Old gewoon school. het is gewoon crap. Um, nou, de bakel van Pokémon hebben we natuurlijk gehad. Dat was ook wel echt een. Uh, met recht een debakel. Ik heb, ik heb letterlijk. Twee keer toch? Of? Nou, bijna drie keer. Nou, Ik denk eind vorig jaar, november of zo. kwam de eerste. heb ik Diamond met een pul gedaan. Die was oké, okay, maar dat was een remake. En toen kwam Arceus. Toen ben ik nog vrij sympathiek ook geweest. Ik dacht, oh, er zijn wel een aantal nieuwe vette dingen. Maar er is ook echt een hoop eh, niet top. <laughs> en nu, met, nu afgelopen, afgelopen maand met... Uh, ik weet niet eens hoe die shit hmm. heet. Ik was zo klaar mee. <lachtılmış> maar het is... Ik, ah, nee, ja, en, uh, ik snap... Ik, en de mensen boos ook gewoon op mij. Van ja, maar... Uh, maar... Er zijn ook goede dingen aan die game. Ja, die zijn er al 30 jaar. Maar eh, dan, ja. en, en men, mensen vinden het prima. Ja, dan, dan, ja, dan wie ben ik dan? Uh, maar ik was een beetje klaar met ook de positieve punten opnoemen. Maar was de, de van de van de game bedoel je? Ja. Ja, wa, 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 waarom was jij ineens de Pokémon expert? Omdat ik denk ik de enige was die het. Nou, omdat ik toen ik binnenkwam toen zei jij: ja, ja, "Wil je Pokémon spelen?" Dus ik "Oh ja, leuk, Pokémon, lang niet meer gespeeld." Oh, Diamond and, uh, Diamond en ja, ik denk dat het Diamond en Pearl was. Um, vet, die heb ik vroeger nog wel gespeeld. Dus toen nou. was je de lul voor En voor toen was ik Pokémon player expert. for life. Ja. En uh, daar heb ik uh, vrij snel spijt van gekregen. Snap ik ja. Um, wat is de game die je het meest hebt gespeeld dit jaar? Horizon. Light. Ja. Ja, die jij denk ik ook. Ja. Ja. ja die, die, die game heeft uh, me gepakt en niet meer losgelaten. En, um... ja, je bent niet echt uh, een, een live service gamer of multiplayer. Nee, helemaal niet. Nee, niet, niet, echt totaal niet. Nee. Wat defineert jouw gamesmaak? Singleplayer? Uh, ofwel, ofwel verhaal avontuur of platformer. Ja. Ik hou van shit verzamelen. Um, rondbanjer om alle boertje, moertjes en boutjes en doosjes, en wat dan ook. En, en dan, dan hou ik er ook wel van als het, als het wat moeilijker is en wat uitdagingen. Bijvoorbeeld Crash Bandicoot 4. Of überhaupt alle Crash Bandicoot. Als je echt alles wilt verzamelen, dan wordt het ineens een best wel lastige game. Omdat je ineens levels moet uitspelen uh, met alles wat er te verzamelen valt zonder dood te gaan. En dan, dan wordt het ineens. Vrij complex. Dat vind ik heel leuk. Omdat het me uitdaging geeft. Maar wel op een vrij relaxte manier. Dus ik kan ook denken. Oh fuck het. Ik ren even naar het einde van het level. En dan is het ook goed. Um, of ik stop er gewoon. mee. ik weet niet. Het voelt anders dan een, dan een vijand. Die ik niet kan verslaan. Of zo. Maar ik. Alhoewel ik dat met God of War ook wel een paar keer heb gehad. Dat ik dacht. Oké. Okay, ik, ik moet nog niet met deze guy gaan vechten. Maar ik doe het toch. Dus ik heb het idee dat uitdaging me ook wel langzaam iets meer. Dat ik langzaam denk. Misschien ga ik soul achtige games een keer proberen, ooit, maar ook vooral omdat we, we hebben op de Gamescom natuurlijk Natuurlijk, uh, live Pi gespeeld. Dat vond ik heel vet, dus dit, ja, wie weet, ja. Heb je komen er genoeg uh, platform games uit die is deze veel te weinig? Ja, toch? Ja, dus ik ben, ik ben blij met die. Met die, wat een paar jaar geleden die remakes van Spyro en Quest Bandicoot. En die speel ik nu elk jaar omdat ik normaal al die oude shit elk jaar nog speelde. Gewoon letterlijk de PlayStation 1-releases Jack dexter speel ik elk jaar nog. Uh, als ik kijk naar de afgelopen jaren, we hebben we hebben dit jaar Kirby gehad. We hebben, ik ga zo True. dood met mijn neus. Ik, <laughs> ik ja? zie jou ook lachen. <laughs> Doe iets oh. in je neus dan. Maar hier, pak even dat biertje erbij. Daar dan kan je het een beetje weg. Het uh, is leeg. Geef hem wel. Dat ja, weet je niet. Ah ja, top. Ja, dan moet ik hem weer open krijgen. Ah, top. Wat <laughs> zei Kan hij niet. Dat kan hij niet. Dat kan dan weer niet. Maar waar had je het over? Uh, platformers. Ja, en of er te, weinig, te weinig te weinig. Er kwamen er te weinig. Oh, ja, uh, ja Crash, ben, nee, um, Crash Bandicoot natuurlijk. Bandicoot natuurlijk. Um, uh, Ratchet en Klank, is al het twijfelgevalletje natuurlijk. Was het, dat was vorig jaar, toch? Mm -hmm. Ja, of misschien het jaar. De, nee, daarvoor of misschien. Jaar. Of zo. Ja. Hmm. Maar um, meer shooter nog dan platformer, denk ik tegenwoordig. Um, dus ja, nee wat mij betreft veel te weinig. Ik ben heel blij dat, dat die Crash Bandicoot-trilogie het toen goed genoeg gedaan heeft om een Crash Bandicoot 4 te maken. Um, maar verder, ja, die, die Kao, de kangaroo. Nou, dat is... <laughs> ja, als je het daarvan moet hebben, dan... Hallo, uh, dan... de kangaroo. En ze zijn als het goed is ook bezig met een, met een nieuwe Spyro. Dat vind ik dan leuk. Maar ik ben meer een Crash Bandicoot kind of guy, als ik heel eerlijk ben. Um, ja, dus ja, nee. Ja, nee, veel te weinig. Nintendo natuurlijk. Ook wel een andere vibe vaak. Vind ik, vind ik minder vet. Hoezo? Ja, ik, vind, ik, ik hou wel van het recht toe recht aanen van een. Crash Bandicoot. Het is gewoon wel. je weet in ieder geval waar je heen moet. <laughs> uh, en nog weten ze het voor elkaar te krijgen dat je dingen niet kan vinden. Dat vind ik fijn. Um, waar, welke platform heb je het meest uh, opgespeeld? Mijn PlayStation 5. Ja, precies. Ja. Die heb je gewoon. Die heb ik gewoon. Die heb, heb gewoon. Veel te, die heb ik letterlijk een jaar geleden, denk ik. Nou, toen zat ik net bij GameKings. Dus toen dacht ik, nou, ik kan het in ieder geval op de zaak kopen. Uh, maar toen heb ik hem veel te duur voor 800 euro ofzo heb ik hem gekocht. Is het nog steeds omdat op de, de dag uh, mijn pa ik kreeg toen te horen dat mijn pa kanker had, toen dacht ik: nou, dan heb ik wel een play, PlayStation verdiend. Dus toen uh, ben ik met mijn pa bier gaan drinken en ben ik daarna een PlayStation 5 gaan kopen. Sick. Zo, zo Koofing mechanism. Hm? Dat is een goed koofing ja. Spend money. Ja, nou ja, dat, uh, dat is het minst wat je kan doen, denk ik. Fair enough. Ik denk niet dat het hem heel veel geholpen heeft, maar mij misschien Jou? wel. Ja, precies. Daar ja. gaat het. Dat is afleiding natuurlijk. Zullen we top 10 erbij pakken? Dat is goed. Heb je 10 of heb je meer mentions, dit en dat? Um, ik heb wel wat mentions, maar ik denk dat we die net al wel redelijk hebben doorgenomen. Alleit. Als je er nog eentje, als we er um, nog even vergeten zijn. Nou, één mention die ik, wel, die ik graag gespeeld had willen hebben. Verder dan de preview die we hebben gedaan: uh, Mario plus Rabbit Sparks of Hope. Dat vond ik heel vet. Die hebben we in Parijs gespeeld. Um, maar die, uh... oh, ja, tijdens de review zat ik in Hawaii. Ja. Dus toen kon ik hem niet, uh, kon ik hem niet spelen. Um, en verder heb ik, nou ja, uh, Koa dan, maar die was helaas kut. Lego Star Wars daar heb ik plezier mee gehad, maar niet uh, top 10 waardig. En waar ik heel veel plezier in heb gehad is Days Gone. Die zat op een gegeven moment gratis bij PlayStation Plus. En daar Vet. heb ik echt uh, heel veel uur in gestopt ook. Ja, waarom? Hoezo zat die niet in je... Die, niet, die is net gewoon niet in je top 10 beland. Had gemogen natuurlijk. Ja, dan zet ik die op 10. <laughs> wat, staat, wat stond er op 10 dan? Um. Nou, uh, de The Witcher 3 remaster. En dat is omdat The Witcher mijn favoriete game alle tijden is. Makkelijk. Um, kijk, daar komt hij langzaam aan. Als het goed is. Um, ja. Ja. Maar um, ik heb hem pas echt drie uur gespeeld, dus het is een beetje. Hij is ook ik, net pas uit. Ja, uh, nu dus we dit ik, opnemen. Dus ik vond het oneerlijk om dan nu al een uh, hoger te zetten. Maar dan wil ik bij nu die er uithalen, ja. Dat is een honorable mention. Ja. En dan is op um, tien. Days Gone. Deze gewoon, ja, vet. Ja, er zijn nog geen beelden van helaas, want dat nee. heb ik niet uh, doorgegeven. <laughs> Moet ik dan wel weer eerlijk bijzeggen? Maar dat was gewoon, uh, ja, ik en ik, ik vind mezelf niet zo'n open wereld guy, maar dit jaar hebben ze toch wel een beetje het terrein gewonnen. Dit zijn er ook twee, en dit is dit is de beste ooit natuurlijk inderdaad hier nummer 2. The Witcher. The Witcher die, ja, die hier wel, zien. Ja. Wat gek is, want ik ben daar, ik ben vijf keer aan die game begonnen. En ik kwam hem er niet in, gestopt weer. En op een gegeven moment, toen had ik hem, denk ik, gekocht of zo, tweedehands. Dat is best wel lang geleden nog, gewoon bij de Game Media of zoiets. bij zo'n. De sex. Heet het volgens mij? De sex? De C-E-X. De sex. Sex. Of de cacks. Sex. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Um, ja, steeds teruggebracht van, nee, hey, fuck deze shit. En op een gegeven moment lag hij er nog een keer voor 15 euro. Dus ik dacht, ik probeer het nog één keer. Nou, ik ben echt mezelf een goede maand, anderhalf maand kwijt geweest. Ja, zo hoort het. Gewoon rum uit, uit een houten zak zitten drinken thuis. Ja, Mead. <laughs> ik weet niet hoe dat werkt, maar um, nou, niet op, op mijn werk verschenen. Um, volledig in die game verloren. Dus dat, uh... Lekker no life, zo hoort het. Ja, en Days Gone had nee, totaal niet hetzelfde, maar die wereld nodigde er wel uit om gewoon lekker in die motor doorheen te crossen. En uh, ja, dat vond ik een aantal weken heel erg vet. Ja. Ja, ja mm. meer is het ook niet eigenlijk. Nee. Nee. Mm zombies, altijd leuk. Ja. Ja. Met ja. je tinkra en dat je upgrades, weet ik veel wat, crafting. Ik vond vooral die motor vet ja. Ik schiel het ben ik het gewoon leuk om met die motor rond te rijden. Ja, ja. dat is wat voor een paar weken leuk is. Prima. Ja. Ik heb ook niet uitgespeeld. Ik heb vooral rondgereden met die motor. Vette wereld. Begin level, begin, de nummer, ja. Je bent level 3 geworden uiteindelijk, Helemaal ja, max. Nee. <laughs> maar wel gelachen. Nummer 9. Nummer 9. Uh, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Ja, um, ook niet zo heel veel over te zeggen eigenlijk. Behalve dat het gewoon heel erg oldschool nostalgie feestje is. Um, waar je ook lekker snel doorheen bent. Het is ook zo'n lekker hapslik weg gamepje. Uh, maar dat stel, ja, ik, vind, ik vond dit nog het minst vette gedaan eigenlijk. Die openings. Uh, die title Scroll. Ik weet dat Coast het heel erg vet vond. Maar ik vond wat ze in die game deden, gewoon dat hele steltje. En de, de, alle, letterlijk alle, al, al het speelgoed dat ik in mijn, in mijn jeugd heb gehad, van voorbij. Ook waarvan ik niet eens wist: vroeger. Je kreeg ook gewoon poppetjes van de Rommelmarkt of zo, toch? Van in het Koningsdag was je dan, of Koninginnedag toen nog. Ging je ja. naar de, wij, in ons geval ging je naar het Park, daar was dan altijd de markt. En dan kocht je ja, gewoon als je een poppetje er vet uitzag, kocht je het. Maar dan had je geen idee waar het van was. Zeker nee. niet die monsters van de Turtles. Want je had op een gegeven moment had je ook allemaal van die knock-off Turtles. Dus je had die Sharks. En je had de biker Mouse for Mars, allemaal dat soort dingen. Dat is eigenlijk gewoon een soort van turtles. Nou, 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 nou. Nou ja, vind je dat mag ik dat niet zeggen? Mouse for Mars waren koude hard man. Het was hard, maar dat kwam wel duidelijk uit een soort van na de turtles. Hm, ja, nu het zegt dat zou best wel kunnen zijn. Ja. Maar goed, die, die vijanden, dat die was allemaal vrij. leek allemaal best wel op elkaar. Als je die poppetjes gewoon los van elkaar zag, dan had je geen idee wat waarbij hoorde. Nee. En nu kwam ik door die game ineens achter van: oh, dat, dat bleek dus gewoon een bad guy te zijn van de Turtles. Geen idee gehad tot nu toe. Vet. Um, ja, dus nostalgietrip. Ja, echt een nostalgietrip. De muziek goed gedaan. Uh, gameplay gewoon goed gedaan. Zo, ik lachen om het met meerdere mensen te doen. Um, oh. Dus ja, de, de, en over games met meerdere mensen. Ik heb dit jaar uh, die. Um, dus de of was of It Takes toe ik haal het altijd door elkaar omdat het allebei een liedje is It en dus allebei een beetje op elkaar lijkt um, dat hetzelfde is een lekker multiplayer game vond ik ook heel vet maar, maar die, die staat was, niet erin was ook ouder dus die heb ik er niet oh nee uh, ja. Ja, fair. acht ja uh, ja toch wel met frisse tegenzin uh, stray ja en dat is vooral met tegenzin omdat ik vorig jaar nog aan het orakelen was dat dit misschien wel eens mijn game of the year zou kunnen zijn. En ik moet zeggen, nu ik het zo zie, deze trailer, heb ik dat weer. Dan denk ik, oh, dit kan echt wel mijn... En niet omdat ik een kattenmens ben per se, maar gewoon omdat het zo weird is. Het, het feit dat die robotmens is weird. Het, de wereld is vet. Um, maar ik, ik, vond, ik had gewoon gehoopt dat het een platformer was. En dat was het niet. Het was letterlijk een... Als je al ergens op kon springen, was het omdat je letterlijk op één plek moest gaan staan en er dan stond druk op kruisje. En dan kan je erop springen. Um, kijk, het, dit ook. Als, dit vrij, als je meer het gevoel van vrijheid in die wereld had gehad, was het echt amazing gehad. Um, maar de stijl, en dat heb ik nu weer als ik het zie, vind ik nog steeds wel dusdanig vet dat het een plekje in mijn top 10 verdient. En ik vond gewoon dingetjes, ja, het was heel goedkoop scoren, maar het feit dat je een knop had, en um, dat als je een zak over je hoofd kreeg of een blikje, dat je dan een soort van contra-intuïtief moest gaan besturen, dat soort, dat soort grappige dingetjes zat er gewoon. Vond je dat onder. leuk? Ja, vond ik lachen. Ja, dat is heel stom en heel ja, makkelijk ja, wat ik zeg makkelijk scoren, maar ik onnodig, ja. Ja, ik vond het wel ik vond het wel schattig. Ja, nee, maar Denix voor de ja, oké, okay, veel voor de game zelf. Nee, nee, nee. nee. Alleen voor de, de, de game zelf de stelde die zoveel voor. Ja, het was een puzzelgame, denk ik. Ja, ja. ja. Exploration, een beetje puzzel. Ja. Ja. Een platform, nee, niet echt. Nee, niet een platform. Nee. Dat, dat is echt nou, dat was voor mij het grootste gemis. En ook dat met die dat weet je, dat je op een gegeven moment een soort van die die droids moest gaan ontwijken. Ja, gameplay-wise was het gewoon niet zo sterk, maar de nee. wereld en volgens mij was het ook gewoon niet een hele grote studio. Um, was het wel? Nee. Het was wel iets wat ik heb onthouden. En dat is, ik weet niet of dat al genoeg eer is voor een game, maar er ja. zijn ook vast dingen die ik was vergeten. Precies. Nummer 7. Um, dat bracht ik heel spannend of ik dat wist, maar ik moet nog even kijken. Kirby and the Forgotten Lands. Een platformer. Een platformer. Een van de uh, weinig. Nee, dat is helemaal niet waar. Een van de vele in mijn lijstje. Uh, het begon als Crash Bandicoot. Dat was vet zo aan het strand. Dan had, had je me eigenlijk al meteen. Zo begon de demo ook. ik kan me nog herinneren dat ik de demo heb gespeeld. toen ik met uh, Shanna naar Londen ging. In het vliegtuig. En dat ik echt dacht: wat is dit voor een easy crap? Ik, ik wil dit niet. Het is. Volgens mij heb ik het My First Mario genoemd. Nice. En dat is het ook wel een beetje. Het is best wel makkelijk. Het is Kirby. Ja. Ja, maar in mijn herinneringen was Kirby vroeger wel gewoon ook. Het was niet zo makkelijk. Want ik ben, let, ik ben geen één keer dood gegaan in deze game. Zelfs niet bij de, het moeilijke. Oh, kijk die eentjes. Maar het, het steltje. En het feit dat er uh, een droogte is aan platformers. Er is ook niet zo heel veel concurrentie. Um, en het feit dat de gameplay gewoon wel heel leuk was. Maakte dat ik uiteindelijk deze game wel in mijn lijstje wil zetten. Um, maar ik vond het wel jammer dat het niet net even iets moeilijker was. Ook niet, zelfs niet het verzamelen van alles. Uh, was heel moeilijk. Uh, maar wel genoeg verschillende gameplay. Genoeg verschillende werelden. Um, cute stijl. Ook weer een beetje zoals stregen gewoon een korte, vermakelijke game. Ja. ja. En voor iemand die niet veel tijd heeft, is kort ook wel lekker zich. Zeker, duidelijk. Maar je zei net dat er. Dat, toch laat je wel blijken dat er best wel wat platformers in je lijst staan. Ondanks die, die droogte. Eh. Uh... Nou, ik heb er nog twee, waarvan eentje van vorig jaar is. Ver. Dus ja, veel, veel, veel. Op, op, op nog zes te gaan is, is twee, twee best veel. Nummer zes, dat is dan ook meteen de eerste platformer. Uh, en dat is omdat ik gewoon hier een gigantische zak geld voor krijg: uh, Sonic Frontiers. Um, ja, ik heb nog even over getwijfeld of ik het dan de Game of the Year moest maken. Maar. Um, zelfs dat is die op... nieuwe, toch? Dit dat is, is de nieuwe. Dit is waarvoor ik naar Hawaii ben geweest. Ja. Um, maar ik, ik, wil er wel, ik wil er wel van af. Ik vond dit oprecht gewoon een hele vette, vermakelijke game. Um, ik vind dit de eerste keer, denk ik, dat het concept van Sonic, namelijk gigantisch snel door een level heen crossen, is vertaald naar een gigantische open wereld. Um, en ik bedoel, er zijn de laatste jaren echt nog wel goede Sonic-games uitgekomen. Maar dat zijn eigenlijk altijd 2D-games geweest. Want da da daar werkt het gewoon heel goed. En ze hebben gewoon eigenlijk ja, al twintig jaar lang niet goed begrepen hoe ze die formule kunnen vertalen naar een 3D wereld zoals dat Mario eigenlijk meteen is gelukt op de Nintendo 64 is dat met Sonic gewoon niet te doen. En dat is omdat hij te snel gaat. Omdat hij te ook. snel gaat. Ja. En dat was natuurlijk en dat was ook niet een slim uitgekozen tech demo die toen op uh, IGN was verschenen waardoor iedereen dacht van wat is dit van crap? En waarom is zo'n lege kutwereld. Ja. Uiteindelijk heb je die lege wereld wel een beetje nodig want je moet er gewoon doorheen kunnen banjeren. Anders loop je, je overal tegenaan. Dat is wel wat het is. Uh, en dan, ja, ik, weet je, al de, alle rompslomp eromheen, dus dit soort shit dat je supersonic werd en dat je moest gaan vechten. Uh, nou, allemaal de zelfs de comment was best aardig gedaan. Um, ja, het was gewoon een verzamelfeestje en ik hou van verzamelen. Maar kon je wel vinden in de kritiek van bijvoorbeeld Koos? Nah, Koos. Die het gewoon niet zo goed vond? Nou, nah, ik vond Koos gewoon echt aansteld. Die heeft gewoon, uh, ik weet niet, die was gewoon zuur die dag denk ik. Um. Ik, ik weet niet zo goed wat mensen dan willen. Kijk, als je van het kamp bent, Sonic moet gewoon 2D blijven, dan vind ik dat, dat je daar wel een punt hebt. Maar als je Sonic graag in 3D wil spelen, dan vind ik dat dit de eerste stap in de hele goede richting is. En nee, misschien, misschien heb ik stap, daar een beetje ja. Pokémon complex in. Want daar zijn dus ook veel mensen die zeggen: ja, maar dit is toch al een stap vooruit. Uh, maar ik vind dat. Sonic heeft in ieder geval het al heel vaak geprobeerd en is het gewoon nooit gelukt. Weet je, ze zijn altijd zoekende geweest. Pokémon doet gewoon al twintig jaar hetzelfde. Ja. Um, en ik heb wel het idee, Sonic hebben ze altijd wel geprobeerd van, oké, okay, werkt dit dan in 3D? En dit is de eerste keer van, oh ja, dit werkt wel in 3D voor mij. En um, ja, daar vond ik het gewoon een goede eerste stap in. En er zaten echt wel wat dingetjes in waarvan je denkt dat kan. Nou, er zaten heel veel dingetjes in waarvan je denkt dat kan beter. Ja. Maar het was voor mij gewoon en qua 3D-platformer. En qua uh, 3D Sonic, de beste ervaring die ik daarin ooit. Nee, de beste voor Sonic is de beste ervaring die ik ooit heb gehad. Voor 3D-planner voor dit jaar. Omdat er gewoon verder niet heel veel 3D-platformers waren. True. Five. Op vijf. Ook een um, niet helemaal eerlijke game. Maar uh, wel mijn koopje van de eeuw, denk ik. Uh, Cyberpunk, die ik voor 5 euro uh, voor de PlayStation 4, geloof ik. Uh, van nee, de PlayStation Store af heb ge getrokken. En daarna op de PlayStation 5 gratis kon updaten. De PlayStation 4? Ja, 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 De PlayStation 4 maar die kan je dan gratis updaten. Oh ja. Dus die stond voor 5 euro erop. En toen heb ik hem op de PlayStation 5 kunnen spelen. En toen bleek het dit jaar gewoon een hele vette game te zijn. En ik heb eigenlijk altijd door, door de kritiek het gewoon ook niet aangeraakt. Um, ook geen reden toe gehad, want ik was niet hier aan het werk. En... Maar ja, het is wel de, de makers van mijn favoriete game alle tijden. Ja. En, uh, Waarom oude... is dit vet? Hm? Waarom is dit vet? Nou, vooral om de wereld, denk ik. Het verhaal. Um, de gameplay is niet per se mijn type gameplay. ik hou niet van first person sowieso, um, maar ik hou ook niet per se van shooters. maar ik kan ook dit is eigenlijk een beetje hetzelfde als met een game waar had ik dat eerder naar nou bij, waar ik, uh, nou, nah, nee, ik kon hier gewoon uren doorheen rijden, ook, um, ja, <laughs> ja, zonder, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als bij Days Gone. ja, maar ja het, het, het interesseerde me allemaal eigenlijk niet zo heel veel wat er omheen gebeurde, maar ik vond het gewoon heel lekker om in die wereld te zijn en gewoon rond te lopen. En... maar waarom vond je The Witcher zo vet dan? Wat ik bij de Witches zo vet vond, is dat ik echt het idee had dat als ik voor de grap in een dorpje liep en per ongeluk iemand uh, doodstak, die wat gewoon een NPC leek te zijn, dat ik ineens twee uur later in het verhaal iemand op mijn dak leek te krijgen van waarom de fuck heb je mijn broer vermoord? Ja, 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 dat ja. gevoel van immersie. En da, ja, dat is ook de reden waarom ik zo vaak niet in die game ben gekomen, denk ik, omdat je je moet echt een paar uur in die wereld zitten om door te hebben van wow, het heeft allemaal met elkaar te maken en ze. ze Geef je kleine hints waarvan je iets denkt dat het heel irrelevant is. Maar het blijkt later ineens super relevant te zijn. Ja. Um, dat had deze game iets minder voor mijn gevoel. Maar ja, wat ik zeg, 5 euro. Uh, 5 euro? 5 euro. Fucking vette wereld. Uh, lekker met de motor rondrijden. Uh, ik vond die Keanu Reeves shit best wel vet, als ik heel eerlijk ben. Ik heb het niet uitgespeeld of zo. Dat is op een gegeven moment ook wel weer klaar mee of in ieder geval afgeleid genoeg door andere dingen om er niet mee verder te gaan. Maar ja, ik vind voor 5 euro, 5 euro vind ik dit de, de, de 60 euro is het nu ook een vette game. Ja, nou, het, het is zeker lang. een vette game, maar het is niet per se mijn game en ook qua uh, hoe vet ik die wereld ook vind, qua stijl is het de, pas The Witcher 3. Nou, dat het heeft misschien ook wel echt met het verhaal te maken. De Witcher 3, het verhaal geeft me wel echt meer dan dat dit meneer, heb je dat ook? Dat, gaat, dat, dat maakt helemaal niet uit. in mijn nee, uh, is zo. Um, <laughs> nee, dat, dat geeft me wel meer. Maar uh, iets in deze game heeft me wel gegeven waarvoor ik het uh, toch best wel hoog in mijn top, uh, top 10 zet. Zeker wel. Ja. Dan gaan we nu naar vier volgens mij. Misschien is het wel omdat het gewoon een van de weinige dingen is waar ik echt voor betaald heb dit jaar. Dat kan ook. Of gaan we naar <laughs> Even mij? kijken. Um, op nummer vier. Eigenlijk de gedoodverfde kandidaat voor velen, denk ik waar ze op gegokt hebben op mijn één. Olly. Ollywild. Wild. Ja. Um, ja, het is een soort van uh, Donkey Kong, mijn car, leveltje, keer skate. Um, de ultieme training voor je muscle memory. Uitdagend. Uh, leuk stijl. Vet om te spelen. Ergens ook wel een platformer. Heel ja, erg, want het, ja wat is ik wel. zeg, het is erg, ergens is het gewoon Donkey Kong. Um, nee, nou ja, ik, ik weet niet man, deze game. Deze, die, die heeft me echt gegrepen. En wij, wij zijn er nog voor naar de, naar de, 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 de skatebaan, de skatebaan in toe geweest. We alle twee een popshow het gedaan. Wat ja. ook lachen was. <laughs> uh, en ik, ik snap dat mensen zoiets hebben van... ja, hoe kan je dit nou zo hoog in, in een lijstje zetten? Uh, maar ik heb deze lijst vooral gebaseerd op hoeveel plezier ik eraan heb gehad. Ja. En dit is echt een van de games die ik het meest heb gespeeld, denk ik, uh, dit jaar. Omdat op een gegeven moment... Eerst dat ik kwam op de PlayStation 5. Toen heb ik hem al uitgespeeld. En op een gegeven moment, omdat wij dus naar de skatebaan gingen... en we daar mensen wilden laten spelen, hadden we hem ook nog op de Switch gezet. Ja. En toen heb ik hem op mijn Switch gewoon ook nog elke dag meegenomen. En dan is het, ja, je het misschien heeft... nog wel meer tot zijn recht. Ja, nee, 100 En het heeft dezelfde verslaving als dat een Tony Hawk dat had. Ondanks dat de gameplay meer is zoals skate. Um, maar het is gewoon zo'n leveltje even lekker zo goed mogelijk uitproberen te spelen. En er is ook weer in elk level moet je zoveel van dit verzamelen. Of je moet zoveel trucjes van dit. En dat is gewoon heel, je wil dat dan toch doen en bereiken. En de beste zijn in deze shit. Ik zie nu en, ook levels en die vind, die vind ik er heel vet uit. ook een beetje trials, wat ik een hele toffe game vind. Heeft het maar inderdaad van het begin, ik heb die begin, de begin gespeeld, vond ik dan gewoon niet goed en niet repressief. Want toen kwam ik er echt niet in. Dus ze hebben we. Ja, maar ergens... het is wel, ik snap het ergens wel. Want het is wel echt een lastige game. Ja. Um, want het heeft echt dat ding wat skate had. Je hebt je knop om af te zetten. Uh, je hebt je pookje, je hebt je linker pookje en je rechter pookje, wat je moet gebruiken, voor mijn gevoel in ieder geval. Um, dus het is niet zoals bij. Um, Tony Hark bijvoorbeeld, dat gewoon twee drukken op de knop en je doet ineens de gekste trucjes. Je moest daar best wel een beetje je best voor doen. Ja. Um, en je hebt heel weinig tijd, omdat je inderdaad die baan over moet. En dan gebeuren ook de gekste shit. Dus je moet echt gewoon die, dat hele level uit je hoofd leren. En dan is het één foutje, en je moet weer helemaal opnieuw beginnen. Tergen. En ze hebben wel checkpoints, maar ja, dan je, je wil gewoon het level in één keer halen en alles in één keer doen. Um, ja, ik vond het gewoon heel sterk gedaan. En het, het is inderdaad Ergens is het heel tergend. Maar omdat ik het voor de review moest spelen, ben ik misschien ook door dat eerste deel heen geslagen en ben ik dat alweer vergeten. Want ik, ik kan me dat niet. Het staat mij niet bij dat het super vervelend was. Ik had het idee dat het best wel goede tutorial levels had. Nee, ik vond het saai. Ja, nou ja, het is wel makkelijk op het begin. Dat is het nee, misschien vond ik, wel. Nee, ik ook al niet. Oh, Oké. Okay. <laughs> maar dan vind ik meer heb ik liever gelijk spektakel. Maar ja, dat, uh... ja nee, dat was het op een gegeven moment. En, en wat ik zeg, Donkey Kong Country is een van mijn favoriete games alle tijden. Uh, mijn leveltje zeker. Dus dat, dat is dit al. En dat combineert dan nog met een van mijn andere favoriete games, alle tijden: Scheet ja. en Tony Hawk. Ja. Dus dit was eigenlijk de perfecte mix. En dat is jammer dan bijna dat het achter zo'n. Nou, ik vind het eigenlijk ook geen simpele stijl. Maar ja wel, wel simpel wel, maar niet, niet mooi. Uh, achter een simpel stijltje weggaat, waardoor heel veel mensen het misschien af zullen doen als een. Uh, of het links laten liggen. Een ja, indie game. Ja. 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 Misschien nu uh, wat minder, omdat je me op uh, vier hebt gezet. Ja, dus. Dan zijn we bij de top drie. Spannend. Zeker. Um, op 3 heb ik, denk ik, veel mensen hun. Na, nou, Ring hebben mensen, denk ik, meestal op 1, maar ik heb God of War op 3. Um, omdat ik dat het vetste verhaal vond wat ik dit jaar heb meegemaakt. Ook een van de vetste games. Maar ik werd er ook heel vaak uitgehaald. Um, omdat het zo groot was in zijn presentatie en in zijn verhaal. Um, tijdens de review heb ik het volgens mij over gehad dat er. Weet je, dan, dan ben je net letterlijk van de nek van een reus afgesprongen. terwijl je je bel in zijn, in zijn hoofd zet en hem doormidden rukt. en 300 meter uit de lucht valt. En dan vervolgens kan je niet verder omdat er ergens een huifkar staat als een invisible wall. En dat, dat deed voor mij een beetje afbreuk aan het verhaal. Um, hetzelfde geldt voor um, ja, geen springknop, maar ook, eigenlijk hetzelfde als met stray: dat je gewoon bepaalde plekken waar je moet staan om, om te kunnen springen. Kan je ook uitzetten en dan springt hij automatisch. Maar niet. Ik weet, dat, dat, dat soort hele simpele dingen als een springknop. geef je een extra gevoel voor vrijheid. Die bij mij door, bij deze game werd weggehaald. Um, waardoor het niet hoger staat dan 3, wat natuurlijk nog steeds fucking hoog is. Uh, want de emotie die deze game bij mij heeft opgeroepen. Um, dat is echt. Ja, dat is ongeëvenaard in een videogame. Um, en dat is al vanaf het begin waarbij je een aantal uh, babybeertjes bij hun uh, moederbeer. Die net vermoord is, ziet liggen. En dan, dan verder zal ik niks spoilen. Maar ja, het feit dat dat, dat dat emotie kan oproepen in een videogame is gewoon heel vet. Maar de dingen die ik hiervoor noemde, maakten dat ik dit nog steeds niet als het beste medium zie om verhalen in te vertellen. Ik, ik heb de laatst met Koos over gehad, die heeft dat wel. Die heeft zoiets van, wel man, Spiderman is bijvoorbeeld, de game is het vetste verhaalvertelling van Spiderman ooit. Maar dit soort gamey dingetjes halen wij er dan nog te veel uit, waardoor ik liever een gestroomlijnde ervaring als een serie van film heb. Uh, maar dit, ja, dit is uh, je hebt het nu niet gespeeld, maar het is het is, is, op het, is uh, het is fucking vet. I know. Ja. Het God of War. Maar precies de dingen die jij aanstipt zijn ook de dingen die ik die waardoor ik het niet mijn type game vind. Dat het soort nee. van dat je verteld wordt hier moet je heen. Nee, dat en het is zel, maar zelfs nog als ik het dan vergelijk met en en dat is vast nostalgie, maar met God of War 1 tot en met 3... Dat was natuurlijk ook van arena naar arena lopen. Maar toch, het, gewoon, daar kon je wel gewoon, volgens mij, terwijl je aan het vechten was, een kist openmaken. En dan werd je wel in je rug gestoken. Maar je kon het in ieder geval doen. En je kon overal springen. En je kon dus ook springen naar plekken waar het helemaal geen sens maakte om te springen. En dan viel je dood in een rafijn. Maar het kon in ieder geval. En ja. dat, dat vind ik soms dan lastig dat dat hierbij niet kan. Um, en ik begrijp ook niet zo goed waarom niet. Want je ziet al die Sony-studio's eigenlijk met elkaar samenwerken. Um, ja, zelfs een chart geeft je al iets meer vrijheid als je in een rots opklimt, weet je wel. Het is, het is tegenwoordig, je kan of linksom of rechtsom, je komt op het hetzelfde uit. Dus heel ja. veel maakt het ook weer niet uit. Maar het geeft je toch iets meer dat gevoel dat je iets van controle hebt. En die werd me hier af en toe ineens helemaal ontnomen. Um, neem niet weg, verhaal was heel vet. De combat was vet, je hebt vanaf het begin gewoon je blades weer. En dat vind ik toch nog steeds wel vetter dan die, die hakbel. Um, nieuwe wapens waren vet, nieuwe karakters waren vet. Verhaal was goed. Ehm. Um, ja, een hele bijzondere game. Ja. Twee. Op twee heb ik dan um, de beste game van dit jaar, als je het mij vraagt: uh, Horizon Forbidden West. Um, eigenlijk het tegenovergestelde verhaal van wat ik net bij God of War vertel, vertelde. Um, ik denk dat het verhaal iets minder sterk is, um, maar de, de vrijheid die die wereld me gaf en het gevoel van dat ik daar gewoon rond wilde banjeren en een questje hier en een questje daar. En zelfs datgene waar we het net hadden over de Witcher, dat je soms het gevoel dat je iets had gedaan en dat dat ineens uren later invloed had, had ik heel erg in Horizon. Het was ook niet dat je dan al iets deed en dat je later een quest had. En dat de NPC's daarnaast gewoon zeiden: Oh, je hebt het alsof je terugkwam, maar dat ze gewoon al voordat ze eigenlijk, eigenlijk kwam er een heel kut zien met: Yo, kan oké, dit voor me doen. Maar als je het dan al per ongeluk had gedaan, was gewoon: Oh, wow, ik heb ik nodig, dat nodig, man. Oh, wat vet, thanks, uh, cool. Ja. Uh, ja, dat soort. Uh, dat je op die onderwater shit was ook uh, amazing. Uh, waardoor er eigenlijk weer een hele nieuwe game zich bijna opende. Uh, ja, ik, ik vond het heel, 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 heel bijzonder om deze wereld te zijn. En het moment dat deze game me echt greep en tot de dag van vandaag weet ik niet of het echt gebeurd is, maar voor mijn gevoel gebeurde het wel, is dat ik naar een rebellenkamp liep en dat ik aan het rennen was en dat ze op me begonnen te vuren met pijlenbogen en een vuurpijl... en dat hij achter mij viel in een plasje water en dat ik het gewoon zag doof en het geluidje hoorde. En ik tot de dag van vandaag weet ik niet of dat het gewoon dat dat het in mijn hoofd zat of dat het echt is gebeurd, maar ik heb het idee dat het echt gebeurde en dat vond ik zo fucking vet. Ik denk ik ik, ik ik ja, het klinkt niet onbekend. En en weet je de de de, de technische en de details die Gorilla in, in deze game heeft ge, 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 gezet, kan ik me voorstellen dat dat gewoon gebeurd is, ja. Het design is ook zo goed. Het heeft het heeft ja. iets. Als ik het nu zo zie, heeft het iets Pandora likes, maar ook de, ja. de, de, de robots hebben iets wat het beste is aan de Transformer Michael Bay films. Als je het mij vraagt. Ja. Ondanks dat het totaal geen sens maakt hoe ze in elkaar zitten, heb je het gevoel dat het klopt. Dat elk boer uh, moutje. Ik haal de hele dag het woord Boer Ma en moutje. Bo moertje en moutje door elkaar. Um, dat alles op de juiste plek zit. Maar ook dat ze die. Dat je ze scant. En dat ze dan gewoon dat iets eraf kan. Dat ja. het gewoon staat. Ja, van, joh, dit kan eraf. En dan, dan, dan ligt je het dat eraf ook en Dan heb je iets lijps. Ja, ja, dat, um, ja heel sterk. En, het, en die wereld is ook super divers. Ja. Um, ja, en dat gaf. Het enige wat ik. Dat, dat is dan wel. Um, dit is ook. Sommige dingen kon je opklimmen. En dan weer niet. En dan weer wel. Dat had deze game ook wel. Maar wel echt een stuk minder dan God of War. Ja. Um, dus het was. Dit was echt zo'n game waar je gewoon uren in kon bivakkeren. En dan ook genoeg verschillende werelden tegenkomen. En gewoon het hele concept van. Je moet naar het westen. Zoek het maar uit verder. Want Find dat is ook wat je deed. Ja. En, en dat was zo grappig toen we de review deden. Weet ik nog. Dat we allemaal er een x aantal uren in zaten. Uh, niemand had hem op dat moment uitgespeeld. En ja, de, toen bleek ook van ja, jij was echt nog geen, geen, geen vijf meter verder. omdat jij gewoon duiven aan het schieten was. <laughs> en, ja. en je had al helemaal je jasje gekleurd. en je had de vetste pijlen boog. En ik was al. Ik was echt aan het sprinten om mijn ja, ja. ja, Alleen. Nou, ik had niks. Ja. <laughs> ik had niet zoveel. Dus ik zag gewoon nog uit. dezelfde sukkel als aan het begin. Ja. Dus ja, dat feit. En dat, dat vind ik dan knap aan deze game. God of War is super vet, maar iedereen heeft wel echt precies dezelfde ervaring. Ja. En hierin merkte hij gewoon dat we ook allemaal echt een, een complete andere experience hadden gehad. Um, ja, Vet. Ja. Op je dan in godsnaam op pijn, als dit de ja. beste game was. Ja, dat is dus de beste game van vorig jaar, als je het mij vraagt. Uh, maar die heb ik dit jaar pas gespeeld. En dat is. Kina. Uh, en of ah, Kena. Ja. Um, dit ook oh, ja, nou. ja. Leuk, maar dit is niet beter dan Horizon. Waarom maar me uit? Waarom is het beter dan nou ja, Horizon? Omdat ik, omdat ik het heb gebaseerd op mijn plezier, zoals ik al eerder zei. En uh, dit is voor mij de. Dit is een soort van combinatie tussen Jack en Dexter. En God of War. Wat mijn favoriete. God en Pixar. Of, en Pixar ook nog. Wat ik ook heel Het is een soort van. Dit is mijn natte droom eigenlijk. En er wordt geen Jack and Dexter meer gemaakt. Nou, dan maar dit. Ik vind het, het level design heeft heel veel weg van de originele Jack and Dexter. De, de uh, nee, Legacy of... Nou, ik weet niet eens hoe die heet. Maar gewoon Jack and Dexter 1. Uh, Precursor Legacy. En... Um, heel smart. Heel simpel. Heel gamey. Smart level design. Geen poespas. Uh, leuke karakters. Ik vond die rods... Amazing. Amazing. Ja. Uh, dat verzamelen vind ik dan eens heel leuk. Ik het, dan ook gewoon, het, is het enige minpuntje wat ik heb, is dus dat toen ik alle rots had, dat ik hetzelfde einde had als toen ik dat niet had. Um, daar baal ik wel van. Voor het lekker spelen? Um, voor een het soort uh, van platformer, als je dat nu uh, op die manier een beetje aan. Het is inkomen, omdat het wel. Het heeft iets heel ouderwets. Maar ja. wat ik. Maar ja, ik heb het al een paar keer tijdens deze top 10 gezegd: ik speel nog elk jaar. Crash Bandicoot 1 tot en met ja, 3. En, dus ik, en ik speel elk jaar nog Jack Dexter, dus ik hou gewoon van deze. Het is niet meer dan een videogame. En dat zou ik goed zo of zo. Nou, bijna wel, want er zit iets soort van animatieachtigs uh, uh, in. Ook in het verhaal het en echt hoe je het is Een schitterende game ook. De, de arts. En, en wat ik zeg, ik, ik, ik ben heel benieuwd wat deze studio gaat doen. Ik hoop dat ze verder gaan met China. En wat mij betreft kan het. Dan ook echt wel dezelfde Jack en Dexter kant op. Dus dat de, de tweede game kan iets compleet anders gaan doen. Ze hebben nu bewezen van: we kunnen een hele vette game maken. Ja. We hebben uh, vette character... in ieder geval vette character, uh, vorm gegeven. Want ze, ze had niet per se heel veel om handen qua. Ik zou niet kunnen uitleggen wat haar karakter is. Um, maar visueel, super vet. Ja. Rods, super vet. Kan je een beetje hetzelfde als wat je met Dexter kon. Daar kan je ook wel echt heel veel kanten mee op. Um, dus ja. ja, zet het maar in een grote open wereld. Ik ben wel benieuwd wat je ermee kan. Of maak gewoon lekker een tweede, tweede simpele game. Vind ik ook prima. Ja. Um, maar ze kunnen heel veel. En dit, dit is volgens mij de buurt van de studio. Ja, ja dat, 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 dat applaudisseer ik alleen maar. En dat is, dat is absoluut de game waar ik het meeste plezier mee heb gehad. En misschien wel juist in zijn simpelheid. Ja. Um, waar ik mijn twee en drie. Niet, ja, ik kon daar niet omheen, omdat het zo groot en goed was. Maar. Ja, als je mij vraagt wat ik het liefste speel, dan is het dit. Zo'n simpele videogame, maar waar je wel, als je al die honderd beestjes wil vinden, dan heb je net die extra uitdaging. Uh, ja, daar ben ik naar op zoek. Gewoon een relaxte ervaring, maar wel uitdaging op de momenten dat ik daar zin in heb. Snap ik. Dat was hem. Heb je nog uh, een message aan uh, onze kijkers? Uh, don't be a dick. Is dat het? Uh, nou, en, 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 ja, en is dat een nieuwjaarswens dan meteen, meteen ja, natuurlijk? Ja, ergens wel, ja. Ja, nee, dat, dat ik hoop dat iedereen, uh, dat iedereen het gewoon vet vond wat we dit jaar hebben gedaan. Um, dat we alleen nog maar vettere dingen gaan doen en dat iedereen dat support. En dat iedereen op zoek gaat naar iets wat hij zelf heel erg vet vindt. Als ja. je nog niet iets hebt waarvan je denkt, dit vind ik heel erg vet, uh, ga er dan naar op zoek. Riley, dat is een mooie, uh, mooie uh, wens, mooie afsluiter. Um, ik denk dat ik volgens, voor mezelf, voor de redactie en voor de kijker uh, praat of spreek als ik zeg: Bedankt voor jouw noeste arbeid uh, dit jaar. En op een volgende. Graag gedaan. Ja, vet. Zit in.